Goedemiddag, dames en heren. Ik wil u welkom heten, deze oriënterende vergadering van de gemeenteraad op deze broeierige middag. Ik zie dat iedereen een plekje gevonden heeft. En dan wil ik zo aanvangen met de vergadering. Voor de vaststelling van de agenda heb ik een voorstel. Ik hoop dat dat uw goedkeuring kan dragen. En dat is om de presentatie van het jongerenonderzoek wat naar voren te schuiven als agenda punt 3. En daarna het spreekrecht. We gaan eigenlijk allemaal over punten op de agenda. Dan kunnen we dat aansluitend ook doen. Kan dat uw goedkeuring dragen? Kijk rond. Goed. Dan stellen we dat vast. Gaan we meteen naar agenda punt 3. Presentatie jongerenonderzoek. En ik heb begrepen dat daar ook een presentatie op het scherm gaat komen. En dan wil ik graag degene die de presentatie gaat geven, naar voren roepen. Ja, wethouder Breukeman. Ja, we hadden afgesproken dat ik de openingen zou doen, dus bij deze. Wil ik die mensen ook welkom heten. Social Smart Governance, een project waar we al eerder over gecommuniceerd hebben. Hoe lukt het, hoe krijgt het voor elkaar om ook jonge mensen eigenlijk met een meer innovatieve manier bij de gemeente te betrekken? Dat doen we ook in het kader van de omgevingsvisie. Probeer toch meer input ook van deze doelgroep op te halen. Nou, daar gaan jullie volgens mij zelf zometeen een aantal dingen over vertellen. Ook de uitkomsten daarvan. Die willen we straks ook meenemen in de omgevingsvisie. Maar ik zou eerst graag het woord willen geven aan de heer Kiekenborst van Saxion om iets te vertellen over de systematiek. En daarna gaan volgens mij Leona en Christian iets vertellen over de uitkomsten. Even kijken of die aan is en wat is die. En ook nog even kijken of die iets hoger kan. En daar kan die. Ja, dank je. Goedemiddag, mijn naam is Harry Kiekenbos. Ik werk op Saxion, op de Academie voor Creatieve Technologie. En daar dan weer van op de opleiding Media Informatie en communicatie en daar dan weer van op het lectoraat Smart Cities. En het lectoraat Smart Cities, dat is een onderzoeksgroep die doet onderzoek naar allerlei toepassingen van de digitale wereld om de stad en het dorp wat slimmer te maken. Een van de onderzoeken die ze doen, die heb ik begeleid en die wordt komende donderdag wordt die definitief afgerond. Dat was een onderzoek om te kijken hoe overheden en samenleving op een betere manier of überhaupt met elkaar kunnen participeren. Gebruikmakend van de digitale wereld zoals big data, high-tech, social media. Daar hebben ongeveer 8 gemeentes hebben zich daarvoor aangemeld met een aantal projecten. Zo is bijvoorbeeld de gemeente Hoorn heeft meegedaan om te kijken of je social media kunt gebruiken om de stemming van de stad te peilen, de thermometer van de stad te peilen. In Zwolle hebben we een onderzoek gedaan om te kijken of je aan de hand van big data kunt achterhalen, kunt voorspellen achter welke voordeur er misschien wel een probleem jongeren gaat ontstaan. Dat bleek een ingewikkeld onderzoek omdat de AVG tussendoor kwam. En in Hardenberg hebben wij een onderzoek gedaan, dat was toen nog in Ommen en Hardenberg. Hebben wij een onderzoek gedaan hoe je van jongeren informatie kunt krijgen over de omgevingsvisie. Hun mening over de omgeving waarin zij wonen.
hebben we eerst een onderzoek gedaan of dat via social media kon. De gemeente Hardenberg die heeft social media, dus was de gedachte, bereiken wij ook jongeren. Wij hebben vanuit een studentengroep hebben we onderzoek gedaan hoeveel jongeren dan de gemeente Hardenberg volgen. En er kwam pas een cijfer boven nul achter de komma. Dus jongeren en de gemeente Hardenberg, dat volgt elkaar niet zo erg. Dat ligt niet aan de gemeente Hardenberg, maar dat is niet zo'n stoer in je tijdlijn als je de gemeente volgt. Dus via die weg lukte dat niet. Toen zijn wij met een aantal mensen en onder andere met het Vechtdal College in beraad gegaan. Toen hebben we gekeken, hoe kun je de jongeren nou wel bereiken? En toen hebben we bedacht, als je nou de jongeren een vraag stelt, die eigenlijk met de omgevingsvisie te maken heeft, maar je gebruikt het woord omgevingsvisie niet. Toen hebben we de vraag gesteld, waarom kom je na je studie terug in Hardenberg? Die vraag die bleek gelijk al de tongen los te maken van, ja, ik kom niet terug in Hardenberg of ik ga helemaal niet weg uit Hardenberg en er is hier niks te doen. En waarom Hardenberg? Kan toch ook Gramsbergen zijn? Dat soort geluiden kreeg je. Maar toen hebben we bedacht, we gaan een vlog maken met een paar jongeren die wel bekend zijn op de school, de zogenaamde influencers. Ze zijn nu nog wat verstopt achter deze paal, maar zij zijn de influencers van het Vechtdal College. Ze hebben een vlog gemaakt, zijn de scholen gegaan, hebben die vraag gesteld, waarom kom je na je studie terug in Hardenberg? En 3 weken later hebben we alle leerlingen van de bovenbouw een papiertje voor de neus gedrukt, konden ze 3 woorden opschrijven waarom ze na de studie wel of niet terugkwamen naar Hardenberg. Dat onderzoek is afgerond en dat gaan we vandaag presenteren. Wat ik verteld heb is eventjes de technische kant van de zaak. Wij gaan ons onderzoek komende donderdag afronden met een groot symposium in het FC Twente stadion. Daar kun je je nog voor aanmelden, ook ambtenaren van de gemeente Hardenberg die interesse hebben in hoe kun je nu de digitale wereld inzetten om samenleving en overheid met elkaar te laten participeren. Je kunt je nog aanmelden via de site participatieindedigitalesamenleving.nl. Als je daar interesse in hebt, wij zouden het hartstikke leuk vinden als je komt. En dan denk ik dat ik het woord nu aan de jongeren geef. Goedemiddag, mijn naam is Leona van Empelen. Ik heb samen met Christian Brunink en 4 andere klasgenootjes, of nou ja, ex-klasgenootjes, dit onderzoek geleid. En nou ja, ik wilde daar onder andere over kwijt dat ongeacht de uitkomst van dit onderzoek en hoeveel effect dit in de toekomst gaat hebben op gemeente Hardenberg, hebben we er gewoon heel veel plezier aan gehad. Want nou ja, we zijn hier mee begonnen met een hele leuke groep en ook bepaalde antwoorden die leerlingen gaven, zoals niet terugkomen naar Hardenberg omdat ze me hier op straat naroepen, weet je wel. Dat is gewoon erg komisch. Dit wordt ook in andere steden gedaan vandaar. of bijvoorbeeld, ze draaien hier mooie hits en daarom wil ik wel terugkomen in Hardenberg. Dus al met al was het gewoon erg gezellig, grappig, leuk en ik heb erg veel gelachen. Zeker, en om ook maar even wat te vertellen over het onderzoek zelf, zoals wij erbij betrokken waren. We zijn gevraagd door school dus om mee te helpen aan de video door mensen te interviewen. En nou, is er ons wel besteed een beetje een praatje maken met mensen. En dan ook nog een dag vrij krijgen. Oh, dat is zo erg nog niet. En verder was het ook hartstikke leuk, want het was ook best verrassend wat voor antwoorden we kregen. Gewoon als je het mensen vraagt op camera. Want de meeste antwoorden die op papier staan, die hebben wij niet gekregen. Want ze zijn dan toch een beetje bang om bijzondere uitspraken te doen op camera. Er zijn ook een boel mensen die zeiden achteraf van, ja, ik wil er toch niet in en weet ik wat. De originele versie van de video die jullie straks gaan zien, niet de making-of, maar de video zelf is namelijk een keer zo lang. Voordat de mensen die er niet in wilden eruit werden geknipt. Maar ik heb hem nog op mijn telefoon, dus als iemand wil kijken, komt goed. Maar volgens mij was het de bedoeling dat wij eerst even naar de video, wie kan ik vragen, gaan we eerst even naar de video kijken, of we verder wat vertellen? Ja, dan veel kijkplezier. We gaan de jongeren aan elkaar laten vragen van waarom kom jij na je studie eigenlijk terug naar Hardenberg. We zijn al bezig met de omgevingsvisie, hebben al een eerste fase gehad. Maar wat je daarin wel ziet, hè, 800 mensen gehad die met ons meedenken. En wat ik nog een beetje vind missen is de stem van de jongeren. Het idee is dat we een vlog gaan maken en als dan al die jongeren van het Vechtdal College dat filmpje gezien hebben, dan gaan we ook nog eens een keer de kantine in en dan gaan we de hele bovenbouw een briefje onder de neus leggen. Dan mogen ze met 3 steekwoorden op papier zetten van waarom kom ik nou na mijn studie terug in Hardenberg.
En dat is de uiteindelijke data. En wat we natuurlijk hopen is dat met die vlogs jongeren actiever worden gemaakt. Van hé, let op, die omgevingsvisie is heel erg van belang voor de toekomst van onze gemeente. En dus we hopen dat jongeren door die vlogs ook geactiveerd worden. Ook met ons mee willen denken. We hebben hier op school ontzettend veel talent rondlopen. En hoe mooi is dat we dat talent kunnen behouden voor een gemeente als Hardenberg. Dus ik zie dit als een kans dat leerlingen op een andere manier mee mogen denken. En mogen participeren in die samenleving die in gemeente Hardenberg plaatsvindt. Ja, dat is fantastisch. Het Vechtbouw College is bereid om daar een bijdrage voor te leveren. Die hebben ook Saxion nodig om daarin op de juiste manier ondersteund te worden. En we hopen dat de input uiteindelijk weer bij de gemeente eindigt. Dus zo hebben we dan die driehoek weer bij elkaar. Hoort dit bij de presentatie? Nou, wellicht kunnen jullie dit dan afsluiten. Ja, denk ik wel. Omdat Hardenberg mooi rustig is en ik niet zo heel veel zin heb om in een grote stad te wonen. Ik ben niet echt voor de jeugd of zo. Waarom kom je terug naar regio Hardenberg? Omdat, waarom bepaal jij trouwens dat ik terugkom? Nou, qua uitgaan en gelegenheid valt het toch oprecht wel tegen, maar het is wel gezellig. Beetje net zoals je kapsel dus. Wel gezellig, het ziet er niet uit. Dat bedoel je. Precies. We gaan door met een kort stukje ASMR, aangezien dat populair zijn we willen views op deze video. Ik vind dit mooi makkelijk, weet je. Je bent met een paar minuten fiets ben je overal, dus ik wil graag een beetje verder in de muziek. Ik ben een banan, ik ga niet kwaad. Ja, in Hardenberg qua cultureel en muzikaal gezien heb je niet super veel faciliteit hier. Dus zou je dan eerder op zoek moeten naar een stad als, ja, al gauw Zwolle of Amsterdam zelfs? Te winkelen, omdat de rest van mijn familie hier woont. Ik blijf hier gewoon echt alleen, omdat ik hier gewoon gezellig ben en hier op mijn gemak. Dus, ja. En dingen waar je misschien verbeteringen ziet? Meer toezicht houden op mensen die overal pissen. Ervaring mee? Ja. Wat zou die reden zijn om niet terug te gaan naar Hardenberg? Mobiliteit door heel Nederland. Als je vanaf Hardenberg ergens heen wil, duurt het best wel lang voordat je bij een snelweg zit, dus voordat je ergens anders bent. Mag ik een 1, 2, 3 Hardenberg? 1, 2, 3. Hardenberg. Okay. Misschien tijdelijk, maar niet voor altijd. Hardenberg is gewoon niet zoveel te doen. Ja, ook wel baanpotentieel, want ik ga studeren, dat heb je sowieso niet in Hardenberg. Waarom zou je terugkomen naar Hardenberg naar huis toe? Ik vind een mooie omgeving, mooie wandelingen maken. Mooi huis ook, ik hou wel van de stijl. Life science en technology heet dat, is een soort gewoon biologie, zeg maar. Nou ja, dan word je onderzoeker meestal, of je gaat werken aan de universiteit. Je hebt geen universiteit in Hardenberg. Wat vind je zo mooi aan Hardenberg? Het gemeentehuis. Waarom heeft u ervoor gekozen om na je studie terug te komen naar Hardenberg? Weet je dat ik helemaal niks met Hardenberg heb? Hallo, je schoenen. Goedemiddag. Wat zou Hardenberg kunnen verbeteren? Betere opleiding, ze hebben hier alleen MBO's. Alleen Alpha. Dan wel, maar nu is er ook niet zoveel voor onder de 18. Cafeetjes. Het moet wat gezellig in Hardenberg. Nou, zoals jullie al zagen, is een van de grote redenen waarom mensen terug willen komen naar Hardenberg... De omgeving, daar moet gemeente Hardenberg denk ik echt van hebben. De weilanden, de wandelgebieden. En natuurlijk vrienden en familie, want dat is dan toch vertrouwd. Ik zelf kom uit Noord-Holland. Dat is ook mede waarom ik het zo interessant vond om dit project te doen. Ik woon namelijk in Haarlem, dat is een wat grotere stad dan hier. Dus ik snap het wel dat andere mensen misschien een wat grotere stad op willen zoeken. En ik vond het heel interessant om te horen waarom mensen hier wel wilden blijven. Dus nou ja, voor ons was het gewoon heel interessant om vanuit verschillende perspectieven te zien en de redenen te horen waarom mensen wel en niet willen blijven. En om dan de terugkoppeling te maken naar de methode van onderzoeken. Wij vonden het zelf vrij effectief. Natuurlijk is een groep van 220 antwoorden niet sprekend voor alle jongeren in de omgeving, vooral dus van dezelfde school kwamen, dus waarschijnlijk allemaal een beetje dezelfde achtergrond hebben. Maar het feit dat er bijvoorbeeld dus die cameraploeg op school was en dat wij mensen gingen vragen en dat ze daar nog een enquête in moeten vullen, brengt wel roering naar binnen zo'n school en zet toch ook jongeren aan het denken over, ja, waarom zou ik wel of niet in Hardenberg willen blijven en daarmee dus, nou ja, voor u als raad de omgeving of de informatie
over wat jongeren van de omgeving vinden. En dat is wel nuttige informatie. Daarom zouden wij zeggen van, nou, wij vonden het leuk, wij vonden het een goed idee. En misschien dat het vervolg krijgt. Dat is wat ons betreft en nu. Dank u wel. Willen jullie nog even blijven staan? Leona, en ik ben jouw naam even kwijt. Christian. Christian. Want misschien zijn er nog vragen vanuit de raad. Ik zie meneer Brink, mevrouw Mensing. Meneer Brink. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik word zelf altijd heel erg blij van jonge mensen die zich bezighouden met de toekomst van onze mooie gemeente. Dus allereerst dank daarvoor. Ook bedankt voor jullie leuke verhaal. En waar ik wel even benieuwd naar ben, hè, want jullie hebben natuurlijk heel veel vragen gesteld. Hè. Wil je in Hardenberg blijven of wil je er weg? En zo, ja, wat is er dan de reden van? Of wat is de reden dat je misschien wel wilt blijven? Maar hebben jullie ook gevraagd naar oplossingen? Aan mensen van, nou, die eigenlijk niet zo weg willen. Dus, nou, wat is nou een oplossing om toch in Hardenberg te blijven? Dus hoe kunnen we nou als gemeente Hardenberg zorgen dat we meer jonge mensen aan ons binden? Dat is eigenlijk een concrete vraag. Ik denk dat wij niet die vraag per se direct hebben gesteld, maar dat wel uit de antwoord van de enquête en vanuit de antwoorden die te zien waren in de video, dat daar wel al een beeld over geschept kan worden. Maar als jullie die antwoorden direct van de jongeren zouden willen krijgen, dan zouden denk ik een nieuwe ronde moeten komen waarin dat dus direct teruggevraagd wordt. Mevrouw Mensing. Ik vind het ook heel leuk om te horen wat de jeugd belangrijk vindt. Ik vroeg me nog af, hebben jullie ook onderzoek gedaan naar op welke leeftijd iemand eigenlijk weer besluit over de toekomst? Is dat al zo jong of zeg je dat kan ook nog later? Ik schat, en dan kijk ik ook even naar onszelf en onze omgeving, dat dat meestal is vanaf het moment dat een jongere klaar is in het middelbaar onderwijs, dat ze dan een studie moet kiezen. Maar dan komt in elk geval al de afweging, wil je al dan niet tijdelijk niet in Hardenberg wonen, omdat je gaat bijvoorbeeld studeren, nou, als je universitair wil studeren, ga je bijvoorbeeld Groningen, Amsterdam, dan ben je al vrij ver van huis. MBO-studenten kunnen natuurlijk in Hardenberg blijven bij het Alfa College, maar dat is ook afhankelijk van wat ze willen doen voor hun vervolgopleiding. Dus ik denk dat de eerste, het eerste keuzemoment dan is, dat ze dan wel over na gaan denken, maar dat dan de definitieve keuze zal vaak pas vallen wanneer zij een baan moeten vinden, wanneer ze dus klaar zijn met die studie. En dan besluiten ze van, wil ik dan nu permanent weg, wil ik terugkomen, of misschien hebben ze hun studie wel thuis gevolgd, maar willen ze bijvoorbeeld werken in een industrie die niet in Hardenberg is, of hebben ze gewoon een specifiek bedrijf wat hun heeft benaderd wat niet in Hardenberg is. En op zo'n moment wordt denk ik de definitieve afweging gemaakt. Vanuit waren twee onderzoeksvragen. Het is misschien ook belangrijk toe te voegen dat wij vooral onderzocht hebben hoe je eventueel met jongeren in contact kunt komen om ze vragen te stellen. En de vragen die jullie nu stellen, dat zijn heel interessante vervolgvragen. Maar wat mij betreft bestaat er nu een methodiek waarmee je een grote kans hebt dat je die vragen ook op een succesvolle manier kunt beantwoorden. Anders dan te vragen, wat vinden jullie van de omgevingsvisie? Dank voor de toelichting nog, meneer Kiekenbos. Kiekenbos. Nee. Ik zag ook nog een hand daar van mevrouw Van der Veen. Die kan ik niet heel goed zien. Maar volgens mij had u ook nog een vraag. Ja, klopt. Allereerst fantastisch. Daar sta je volgens mij weer voor jou, Christian. Ja, inderdaad. Dat dacht ik al herkend. Twee vragen. De eerste vraag is eigenlijk of jullie zouden kunnen schetsen onder welke leeftijd je dit onderzoek hebt gehouden. Is dat 12 tot en met 17, 18 of is het bovenbouw? Bovenbouw, dus dat is uit mijn hoofd 15 tot en met een jaartje van 18, zeg maar. Ja. En mijn tweede vraag is eigenlijk, wat ga je zelf doen? Nou, een beetje spijtig, maar ik ben nog een jaartje te vinden op het Vechtal College. Ik ben gezakt, dus ik ben nog een jaartje hier. En Leona, wat ga jij doen? Ik ben wat dit betreft eigenlijk een heel slecht voorbeeld, want ik blijf niet in Nederland. Ik ga naar Amerika toe zometeen. Dus ik ga naar Florida een paar maanden om daar te werken. En daarna ben ik van plan om in België diergeneeskunde te gaan studeren. Dus ik ben wat dit betreft niet zo heel erg interessant, denk ik. Tenzij iemand nog een vurige speech heeft nu van Leona, we willen je hier in Hardenberg houden als jongere, dan is straks jullie kans. Maar mag ik nog even reageren trouwens op mevrouw Mensing? Want het is misschien inderdaad wel goed om te bedenken dat het antwoord dat we net kregen, inderdaad, dat is louter mijn mening. En ik denk dat Leon en ik aardig op één lijn zitten. Maar zoals ik al zei, inderdaad, dat soort informatie, en Simon de Kiekenbos ook, dat zal inderdaad nog een keer misschien via deze methodiek teruggevraagd moeten worden. Goed, Leona, Christian, dank jullie wel voor de presentatie. Voorzitter, mag ik nog één aanvullende vraag stellen? Meneer Gelling.
Uiteraard. Eigenlijk in aanvulling was wat meneer zei, want ik begrijp dat dit nu een eenmalige aangelegenheid is. En wat is het advies om wat constanter de mening van jongeren hier in dit politieke gremium te krijgen? Nou ja, ik zou misschien persoonlijk, aangezien, nou ja, ik ben nu geslaagd. Jij zou dit nog een jaartje kunnen doen, misschien wat meer onderzoek. Oh ja, ik vond het leuk. Ja. Precies. Nee, maar misschien een aantal leerlingen die net in de bovenbouw zijn gestart, die vragen om hetzelfde onderzoek voor te zetten en een nieuwe groep te vragen hiervoor, om ook vanuit het perspectief van jongeren hier verder mee te gaan. Ik denk dat dat de beste optie is. Of een goede optie. Het lijkt me inderdaad ook wijsheid, want het is nu gedaan door examenleerlingen. Dus aangezien de rest wel geslaagd is, zijn die inderdaad hier niet meer te vinden. Maar het zou bijvoorbeeld wel kunnen zijn dat dit wordt uitgebreid naar meerdere scholen. En dat daarbij dan, ik zou daar inderdaad nog mee kunnen bemoeien, om het even zo te zeggen. Want ik heb het natuurlijk al een keer gedaan. Maar het lijkt me denk ik wijsheid om daar inderdaad iets jongere jongeren voor te vragen die hier nog een paar jaar zijn. En dan wil ik nog toevoegen dat dit idee tot stand is gekomen met een hele goede samenwerking met zowel het Vechtdal College als met de gemeente Hardenberg. We hebben met Hanneke Wiersma en Odette hebben we van Ansbergen, zeg ik dat goed, hebben we heel veel contact gehad, heel veel discussie gehad en we hebben niet in één keer die vraag bedacht. Dus het gaat vooral erom dat je stap voor stap zo'n proces ingaat. Daar hebben wij een canvas voor ontwikkeld, dat je veldje voor veldje, 12 velden, heel goed nadenkt over wat is nou de meest creatieve oplossing. En dus in dit geval is dit eruit gekomen, maar er kan iedere keer iets anders uitkomen. Weg uit de vaste stramine en de tijd nemen om er heel goed over na te denken. En dan is het succes vaak een stuk groter. Op de site Participatie in de Digitale Samenleving kun je daar de verslaglegging ook van lezen. Deze casus kun je daarvan lezen, maar je kunt ook de canvas zien. Een quickscan die je zou moeten doorlopen voordat je een digitaal of een participatietraject ingaat. Dus, en dan kom je denk ik niet tot een eenduidig advies, maar tot iedere keer de zoektocht naar de beste oplossing. Dank u voor de toelichting. Geef ik nog het woord aan wethouder Breukelman. Dank voorzitter. Het is even wennen hier, maar... Nee, ik wil toch even van de gelegenheid gebruik maken om jullie te bedanken voor de inzet die hier gepleegd is. En iemand zei van ja, 220, misschien is dat niet helemaal representatief voor de doelgroep. Nou, ik weet één ding zeker. Als wij met een enquête naar jongeren waren gegaan om die invullen van de omgevingsvisie, dan had ik denk nog geen 10%, nog geen 20% teruggekregen. En je ziet dus wel, hè, als we het via jullie doen, via social media, door de eigen doelgroepen de aandacht op te laten vestigen, dat het dan wel lukt om een hoge respons te krijgen. Nou. Er is een documentje van met een aantal thema's van waarom blijf je nou wel en waarom blijf je niet. Dat komt ook nog naar de raad. Dan kun je in ieder geval een beetje zien van ja, wat zijn nou de thema's waarop we scoren. Hè? Wat zijn nou thema's die jongeren belangrijk vinden. Ja, en als we echt specifiekere vragen beantwoord willen hebben, nou ja, dan vraagt dat nog om een vervolg. Maar daar zullen we dan wel over in gesprek gaan. Dank jullie wel in ieder geval. Goed, gaan we verder met de agenda van de oriënterende raad. Naar het spreekrecht. Daarvoor zou ik graag mevrouw Oosterom willen vragen om naar voren te komen. Goed, na deze technische onderbreking wil ik nu door naar het spreekrecht. Mevrouw Oosterom, u heeft 5 minuten. Ja, ik wil even de jongeren bedanken voor deze toelichting, de jongeren toekomst. Maar ik wil er wel even bij aangeven, ik heb deze straat niet gehoord, want daar wonen ook mensen. En houden jullie iemand een enquête over ouderen, want die zijn ook belangrijk. Dat was even mijn bijdrage aan dit geheel. Geachte leden van de raad. Ik ben Nelly Oosterom, eigenaar van het pand Julianenstraat 77, de Dedersvaart. Ik sta hier nu voor de 3e keer en niet voor de lol. Wij hebben een moderne modezaak opgebouwd zonder subsidie en elke klant naar eerlijkheid behandeld. Na jaren zwoegen hebben we ons pand verhuurd en was ons pensioen veiliggesteld. Door de vaststelling van de detailhandelsstructuurvisie is dat pensioen ons afhandig gemaakt. Ik zie nu veel nieuwe gezichten in de gemeenteraad.
en spreek dan ook de hoop uit dat het ook tot andere inzichten leidt. In zeer beperkte vorm nu mijn verhaal. Neem even een slokje. Ik zweer op onze 7 kleinkinderen dat ik de waarheid spreek. November 2016 is er een bod uitgebracht op ons pand. Ver onder de WOZ-waarde. Onze huurder zat nog in het pand. Heel geheimzinnig via onder andere een makelaar van de gemeente. Die zelf toegaf dat het bedrag wel erg laag was, heb ik bewijs van. Uiteindelijk moesten we binnen 2 dagen beslissen. Op ons verzoek is er een gesprek gekomen voor uitleg. Er werd geen plan bekendgemaakt, maar met de woorden van meneer P. Ik doe wat ik doe en niet anders, kregen we niet eens een kans voor onderhandeling. Een week later hebben we uit de krant vernomen dat onze huurder is verleid naar de markt. Omdat de Aldi niet wil volgens de gemeente. Wij nee gezegd. Het grote verschil in bedrag van de ex-Jumbo en het vertrouwen in de gemeente in zo'n snel tempo was niet aanvaardbaar. Ik kan u alle bewijzen voor 2 juli laten zien. Nu geeft men aan, er is onderhandeld. Nee dus. Al vanaf 2016 zijn wij de dupe van het spel gemeente en Aldi. En wij hangen erbij. Nu krijgt men haast, want dat gezeur van ons en de Aldi zijn ze zat en wil de gemeente snel beginnen. Ook zijn wij de dupe van de naam Plan Noord, wat wij 2 jaar geleden al aangegeven hebben. En wat wij wel aan onze toekomstige huurders, kopers moesten vertellen. Die dan afhaken vanwege te lange onderhandelingen wat gemeente betreft. Uw raad heeft besloten dat detailhandel daar eigenlijk weg moet. En ook al jaren zo in de krant is omschreven. Ook dit heeft ons veel schade veroorzaakt. Wel vreemd dat op het laatste moment de naam is gewijzigd. Nu gemeenteraad, dit alles hebben wij live meegemaakt. Is wel even anders als berekenen vanuit een bureau. Ook hier heb ik bewijzen van diegenen die belangstelling hebben getoond voor ons pand. Wat door toedoen van de gemeente nu er 1,5 jaar leeg staat. Bis van Dedesvaart. Wij nooit ondertekend. Nooit bij betrokken geweest. Alleen onze huurder. Krijgen nu een aanslag om mee te betalen om het centrumplan te bekostigen. Terwijl de gemeente ons met de winkel wegpest. De gemeente zit ons dwars met de achteringang. Waar geen vrachtwagen kan laden en lossen. Zie plannen van de gemeente. Onze taxateur heeft de voorlopige planschade op dit moment al becijferd van €50.000. Uitsluitend op basis van het feit dat de bevoorrading aan de achterkant niet mogelijk is. Ons loop- en fietspad op onze eigen grond, naast onze winkel, waar iedereen overheen mag lopen, tot nog toe. Daar wordt niet over gesproken. Vindt u dat netjes? Ik eis dan ook de achteruitgang vrij te houden voor vrachtauto's. Net zoals bij de Aldi en niet het stiekem en niet het systeem. Ikke en de rest kan stikken. Zie de krant van 18 juni die illustreert hoe weinig de gemeente zich weet te verplaatsen in de positie van een ondernemer. Maar wij hebben wel onze zaak op de kaart gezet. Nu gemeenteraad. Dit langdurige plan rust geen zegen op. Mijn advies is aan de gemeente, zet alle ego's opzij en werk mee aan een mooi dorp, Dedesvaart. Laat al die verplaatsen, dat is de toekomst van de supermarkt. Geef uw wethouder de opdracht en budget om tot een redelijke oplossing te komen, wat ons pand betreft. Heel Nederland mag weten dat ik hier de waarheid spreek. En dat bespaart u en ons een gang naar de Raad van State. Dank u wel. Mevrouw Oostrom, blijf nog even staan. Dank voor uw bijdrage. Exact 5 minuten. Ja, ook. Oh, nou. Ik kijk even rond of er vragen zijn vanuit de raad. Meneer Wiet. Ja. Dag, mevrouw. Welkom. Ja, dank u. Even kijken. Ik kom zelf ook uit Dedensvaart. Ik herken u wel. Welk pand is van u? Waar vroeger de Jumbo was. Oké. En vlak bij de Aldi. Oké.
De bewijzen, je heeft net verteld, je begon met dat wij een nieuwe raad zijn. En u had het over dat u bewijzen heeft. Mijn vraag is, heeft u de bewijzen ook gedeeld met de gemeente? Ik ben alles afgelopen de laatste 2 jaar. Ik ben bij, ik kan alle namen al noemen, maar dan gaat het allemaal van mijn tijd af. Maar ik kan u heel veel laten zien en ook vertellen waar ik geweest ben. Als u, maar het gaat niet om mij persoonlijk. Het gaat niet om mij persoonlijk, maar het gaat om de raad. Nee, maar ik kan alles tonen en alles laten zien. Maar dat heeft u dus nog niet gedaan? Gedeeld bijvoorbeeld? Dit is al 2 jaar aan de gang, hè? Ruim al. Okay. Dus in 2 jaar loop ik alles na wat er maar te verhalen is. Ik ben bij de burgemeester geweest, ik ben bij diverse raadsleden geweest, bij wethouders, van alles geweest. Want we zijn gewoon oneerlijk behandeld. Dat is goed. Dank u wel. Ja? Ja. Meneer Bak. Dank u wel, voorzitter. Ik voel uw frustratie, mevrouw. Het is heel vervelend dat u in een situatie zit zoals deze. Het is altijd lastig om daarmee geconfronteerd te worden. U geeft een aantal dingen aan. Wat mij in ieder geval wel raakt, maar wat me ook wel tot een vraag stelt. En u geeft aan van, gemeente werkt nu eens mee, of gemeenteraad werkt eens mee aan een mooi dorp. Ja. En u geeft aan van, verplaatst de Aldi nu. Want ja. Dat zou volgens u, als ik u dan begrijp, een oplossing zijn. Maar wat zou voor uw eigen situatie een redelijke oplossing zijn? Heeft u daar, kunt u mij dat vertellen hoe dat eruit zou kunnen zien? Ik vind als je een mooi dorp neer wil zetten, dan moet het ook mooi worden. En dan kunnen we met ons pand aan meewerken. En al dat, dat heb ik al gezegd, van dat gedoe van die Aldi. De mensen weten in Delensvaart ook niet waar ze aan toe zijn. En daarom heb ik net al aangegeven. Geef uw wethouder een budget en laat het pand kopen. Dan kunnen ze doen wat ze willen. Want dat is destijds niet eerlijk gegaan. En daarmee bedoelt u het pand van de Aldi? Nee, de pand van ons. Uw pand. Sta hier niet voor de Aldi, ik sta voor onszelf. Want u gaf dan 2 dingen aan. Als ik u het vraag stel wat u zelf concreet met uw pand zou willen doen om een bijdrage te kunnen leveren aan het mooie dorp. Ja. Wat zou dat dan zijn? Welke bijdrage zou u willen leveren? Ten eerste zou het nog, er zit nog steeds winkelbestemming op, dus het zou een winkel kunnen wezen. Maar onze mensen die belangstelling hebben gehad, die vinden het moeilijk om geld te investeren in een pand. Als al 2 jaar lang de gemeente zelf niet weet wat ze willen. Dus als er duidelijkheid komt, dan bent u zelf wel bereid om te investeren in uw pand alvorens u verkoopt. Of woningbouw erop. Dat zou passen bij het geheel. Helder, dank u wel. Goed. Dank u wel, mevrouw Oostrom. Dat is het. Er steekt nog een hand boven de beamer uit. Ja. Meneer Van den Berg. Mevrouw Oostrom, bedankt voor uw inspraak. Er heeft ook de CDA-fractie geraakt waar u hier heeft verteld. We zullen straks de wethouder vragen naar een reactie van uw inspraak. Dus als u blijft wachten, dan zal het ongetwijfeld aan de orde komen. Prima, dank u wel. Goed, dank u wel, mevrouw Oostrom. Ik graag de heer Haverkort vragen om naar voren te komen. Namens plaatselijk belang Deden. Voorzitter, dank u wel. Geachte leden van de raad, betreft bestemmingsplan Gentiaanstraat. Als plaatselijk belang Dedemsvaart willen wij hierbij onze stem laten horen vanuit Dedemsvaart. Er zijn veel ontwikkelingen gaande in Dedemsvaart. En wij als plaatselijk belang hebben hier over verschillende manieren al contact met de partijen die meedenken in deze ontwikkelingen. Een van die ontwikkelingen is het bestemmingsplan woningbouw Gentiaanstraat. Eerder bekend als Julianenstraat Noord. En deze vervallen naam, Julianenstraat Noord, is wat ons betreft precies waar het om gaat. De eerste gedachte van de schrijvers, dat Julianenstraat Noord een mooie naam zou zijn voor dit bestemmingsplan, laat heel duidelijk zien dat er beperkt is gekeken naar de directe omgeving. Hebben wij het hier niet over een heel klein deel van eigenlijk een veel groter geheel? Wij als plaatselijk belang hebben dit al meerdere malen aan de gemeente laten weten. Met name tijdens het collegebezoek van 16 november 2018 aan Dedemsvaart. Maar ook tijdens de centrumplanvergaderingen. Een interview met onze voorzitter Meijne Fernhout in de Dedemsvaartse krant van begin dit jaar. Als ook tijdens een afzonderlijk onderhoud met wethouder Breukeman en ambtenaar Pielman. Hebben wij duidelijk onze zorgen kenbaar gemaakt.
Wij als plaatselijk belang hebben aangegeven dat het huidige beleid zich zou moeten richten op de gehele Juliaanstraat Noord. En dit is dan het gebied vanaf het MFC De Baron tot aan de N377. Dit houdt in het noordelijke deel Julianenstraat, inclusief de omgeving, de rotonde Julianenstraat Langewijk Zuidwoldigestraat, het park tegenover de Kalkovens en het Mercatorterrein. In de dorpsvisie van Dedemsvaart, wat afgelopen mei is gepresenteerd en door u persoonlijk is ontvangen, staan een aantal belangrijke punten vermeld, die belangrijk zijn en betrekking hebben op dit gebied. De huidige Julianenstraat Noord. Als je daarnaar kijkt, dan is het bestemmingsplan Gentiaanstraat Noord, waar nu over wordt beslist, slechts een klein deel van het geheel. Het is een soort van, we gaan de woonkamer opnieuw inrichten, we kopen nu eerst snel even een nieuwe stoel, moeten we later maar zien of de rest van de woonkamer erbij gaat passen. Is dit wel verstandig? Of moeten we eerst een plan voor de gehele woonkamer maken? Nou zouden wij dit graag voor u visueel maken, maar door technische problemen kunnen we dat niet. Maar er zijn al een aantal aandachtspunten in de Julianenstraat. Onder andere, en dan val ik eigenlijk bij mevrouw Oosterom, het pand van de familie Oosterom. Er is een voormalige sigarenwinkel, waar momenteel ook van alles gebeurt. Het pand van de Aldi. Aan de andere kant het pand van de Chinees, de huidige Chinees. Gaan we naar de andere kant, hebben we een voormalig pand van de bakkerij. Er staan panden van de Bristol en een tweedehands meubelzaak ook op het punt om te veranderen. Zo zijn er nog gesprekken met andere belangstellenden daar, waar ook uit blijkt dat er verhuizingen aan zitten te komen. In de huidige situatie van de Julianenstraat zijn diverse locaties welke dus aandacht vragen. Deze locaties zullen op korte termijn moeten worden aangepakt om te komen tot een vitale oplossing voor Dedemsvaart. Het niet oplossen van deze problemen zal ervoor zorgen dat er geen duurzame leefomgeving ontstaat en hierdoor blijft het een verrommeling van verschillende bestemmingen. Je kunt je afvragen hoe bestendig het is om niet alles in één keer op te lossen en dat er selectief beleid wordt toegepast wat betreft detailhandel structuurvisie. Kortom, creëer een mooie leefbare Julianenstraat in Dedemsvaart die toekomstbestendig is. Geachte leden van de Raad, is het bestemmingsplan waar we nu over spreken niet een soort bochtige rivier die rondom een aantal hete hangijzers heen loopt? Want als je dan de situatie bekijkt rond de rotonde aan de Julianenstraat, zien we daar al meer dan 10 jaar een braakliggend terrein liggen. Wat ons betreft zoeken we met z'n allen naar een oplossing om te komen tot een eenduidig plan. Het zou voor Dedemsvaart goed zijn om een hotel te krijgen. Dat zal ons dorp zeker versterken, maar zoek dan gezamenlijk naar een juiste invulling en maak de entree bij de rotonde tot een mooie toegang. Het Mercatorterrein, ook iets waar op korte termijn tot een oplossing moet worden gekomen. Er ligt een mooi Mercatorplan. Binnen dit plan ligt een financierbare mogelijkheid om in de gezamenlijkheid de entree en het Mercatorterrein duurzaam op te lossen. Er zijn een aantal jonge Dedemsvaartse ondernemers die hier heel graag van start willen en nu noodgedwongen in de wachtkamer zitten. Want het lijkt erop dat er een loopgravenoorlog is ontstaan tussen de Aldi en de gemeente Hardenberg vanwege oud zeer uit het verleden. Maar geachte gemeenteraad, dit probleem is niet alleen de Aldi. U doet hiermee ook andere ondernemingen tekort, die ook graag willen investeren in dit terrein. Dit gaat namelijk ten koste van werkgelegenheid, ondernemers en de ondernemerszin. Kunt u het straks verantwoorden als blijkt dat ondernemers noodgedwongen andere plannen moeten maken en hierdoor zelfs uit Dedemsvaart vertrekken? Daarnaast lijken er in het Mercatorplan mogelijkheden te ontstaan waar de historische vereniging Averist de mogelijkheid krijgt om de entree van Dedemsvaart ook aan de oostzijde zeer te verfraaien. En conclusie. Kunt u ze? Oh, volgens mij hoor ik daar conclusie. Klein stuk. Prima. Eens conclusie namens Plaatselijk Belang Dedemsvaart. Wij als gemeente Hardenberg profileren ons als gemeente van gewoon doen. In dit geval missen wij het gewoon doen. Ga gezamenlijk met bedrijven, bewoners en andere belanghebbenden aan de slag en zorg voor een goed, compleet plan dat een waardig Julianenstraat Noord kan worden genoemd. Kijk toekomstgericht en weet dat beleid uit het korte verleden al gauw achterhaald is. Doe waar de gemeente Hardenberg goed in is, onderneem gezamenlijk met lef en kijk vooruit. Maak zogezegd eerst een compleet plan voor de woonkamer en kijk dan of die eerste stoel daar wel een juist onderdeel van is. Wij denken dat dit de enige duurzame oplossing is om ons dorp Dedemsvaart en met name de entree te verfraaien. Wij als Plaatsbelang Dedemsvaart vertrouwen op uw wijsheid en op een verstandig besluit. Dank u wel, meneer Haverkort. Wilt u even blijven staan? Dan kijk ik even of er nog vragen vanuit de raad zijn. Meneer Bak. Dank u wel voor uw heldere bijdrage.
zit volgens mij heel veel in, ook heel veel oplossingsgericht. Wat me wel even triggerde is de opmerking die u maakt, laten we samen tot een oplossing komen. Als ik uw verhaal hoor, dan vraag ik me af of u die gezamenlijkheid voelt. Op dit moment denk ik niet. Ik denk dat er nu een, zoals plaatselijk belang kijken, een plan wordt gepresenteerd en wordt voorgelegd waar de gezamenlijkheid nu achterhaald wordt. We hebben als plaatselijk belang al een langere periode aangegeven dat dit plan niet als één klein plannetje gezien kan worden. Hier moet veel meer mee gebeuren. Dus het lijkt erop dat, dat de gezamenlijkheid op dit moment niet speelt. Dank u wel. Dank u wel, meneer Haverkort. Mag u weer plaatsnemen? Oh, meneer Rodemond, heb ik u overgeslagen? Excuses. Voorzitter, u had mij niet overgeslagen, maar ik werd even getriggerd door de beantwoording op de vraag van de heer Bak, dus als het mag. Meneer Haverkort, u zegt dus dat wij nu een stoel aan het kopen zijn, terwijl de woonkamer nog niet volledig gepland is. Zou u zover willen gaan in uw gedachtenlijn dat die hele woonkamer misschien onder druk komt te staan door misschien de verkeerde stoel te kiezen? Als ik in uw metafoor mag blijven. Dat wil zeggen, worden plannen tegengehouden in de ontwikkeling, wat betreft de ontwikkeling van Dedemsvaart, juist doordat we zo besnipperd kijken naar de situatie? Ja, als plaatselijk belang hebben we het idee dat als dit plan nu voortgang vindt, dat er straks na verloop van tijd dingen ontstaan van, oh ja, dat moet ook aangepakt worden, maar we zitten al met andere plan, dus dat moet het op aangepast worden. Laten we eerst van tevoren kijken wat het hele plan inhoudt, en dan bepalen of het huidige plan wel zo moet of zelfs aangepast moet zijn. Nogmaals dank voor de nadere toelichting. Ik zou graag de heer Doornhof willen vragen om naar voren te komen namens de Aldi. U heeft ook 5 minuten. Dank u wel. Dank u wel. Het is uw raad niet ontgaan dat de Aldi graag wil verplaatsen naar het Mercator-terrein. Er speelt een aantal procedures. Ik heb ze voor de volledigheid even opgesomd in mijn aantekeningen die rondgaan. Het gaat allereerst om de weigering primair om mee te werken aan die verplaatsing. De 23 juli is dat bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een zitting. WOP-procedure vanwege mogelijk in het geheim gemaakte afspraken en het bestemmingsplan dat we hier nu aan de orde hebben. De woningbouw. Ja, nu zegt het college eigenlijk, ja, die Mercator-verhuizing, die is niet meer aan de orde. Staat ook het college wat los van waar we het nu over hebben. Maar dat is natuurlijk niet het geval. Ik wijs erop dat in de door uw raad vastgestelde detailhandel structuurvisie staat dat Aldi nu al deze winkel niet voldoet aan de eisen van een moderne discount supermarkt. En dat Aldi een verborgen locatie heeft. En anders echt dan het college zegt, wordt dat alleen maar slechter met de woningbouw die u dan nu zou toestaan. In de eerste plaats heeft het weinig van heel veel parkeerplaatsen. Het gaat van 123 terug naar 61. En Aldi vraagt zich echt af hoe moet dat met niet alleen haar klanten, maar ook de nieuwe bewoners van de woningen, ook met andere bezoekers daar te plaatsen. Dan, Aldi krijgt te maken met nieuwe bewoners die met de hinder van de supermarkt te maken hebben. Nou, wat stelt het college daar tegenover? Dat is bureauonderzoek. Er zijn geen feitelijke metingen verricht. Sterker nog, in de toelichting, heb je het gezien, wordt Aldi notabene het verwijt gemaakt dat ze niet zou hebben meegewerkt aan die onderzoek. Ik heb maar even een mail aangehecht, een afschrift daarvan, waaruit blijkt dat Aldi juist graag wil meewerken. Zeker ook aan de metingen die daar min of meer in worden aangekondigd. Maar uiteindelijk hebben die metingen, als je praat over het geluid van winkelwagens, als je praat over het geluid van aan- en afvoer, zijn daarop nooit metingen bericht. En in de laatste plaats het bevoorraden. Het verandert van de Kentiaanstraat naar de Hortensiusstraat, als ik het goed zeg. Ik ben er zelf ook geweest bij die Hortensiusstraat. Ja, ik snap niet hoe daar vrachtauto's van bijna 20 meter daar die draaien moeten gaan maken. Even los van de hinder die daar inwoners gaan krijgen. Alles bij elkaar is dit een plan dat Aldi verder in de problemen brengt. Dat is niet nieuw.
Want ik herhaal maar weer even de door uw raad vastgestelde detailhandelstructuurvisie. Daar staat gewoon dit. Aldi is al enkele jaren in overleg met de gemeente en de betrokken partijen, omdat de huidige locatie niet meer voldoet en in de knel komt door de voorziene woningbouw. Nou, het college zegt dus in de reactie op onze zienswijze, ja, dit plan dat maakt uw positie Aldi niet of nauwelijks anders. Ja, dat slaat gewoon helemaal nergens op. Dit is totaal onrechtmatig. Aldi komt nog meer in de verdrukking. En dat zal inderdaad leiden tot een extra procedure, vrees ik. Even dit, mevrouw de voorzitter. Daarmee is ook duidelijk gemaakt, hoop ik, dat het juist helemaal natuurlijk niet losstaat, anders dan het college zegt, van die hele discussie over de verplaatsing naar Mercator. Pas als je dat zou toestaan, zou je ook daadwerkelijk kunnen praten over woningbouw op deze plek hier. Gemeentebeleid, dat heb je ook weer vastgesteld in diezelfde detailhandelsstructuurvisie. Als je in het winkelgebied niet terecht kunt met de winkelontwikkeling, mag je daar buiten gaan kijken. Er is onderzoek beschikbaar waaruit blijkt dat er voor Aldi in het centrum gewoon geen plek is. Mercator is de enige uitweg. Provinciaal beleid biedt ook een uitzondering voor detailhandelsontwikkelingen die een groot oppervlak nodig hebben. Nou, dat zal u niet verbazen, dat is voor Aldi het geval. Dan mag je buiten ten winkelgebied. Voorzitter, één laatste opmerking als u het goed vindt. Ik vind het ook wel jammer dat ik erover moet beginnen, zeg ik heel eerlijk. Maar toch wordt weer in de notitie, als reactie op de zienswijze, gerefereerd aan de destijds besproken plannen om te gaan verhuizen naar de markt. Ja, Aldi heeft toen het noodzakelijk besluit moeten nemen om dat niet te doen. En lijkt nu gewoon opnieuw geconfronteerd te worden met een wraakactie van het college. Ik zeg het maar hard. En ik zal ook niet nalaten om dat bij de Raad van State de 23e naar voren te brengen, als ook dit bestemmingsplan en zomaar doorgaat. Dank. Meneer Doornhof, blijf nog even staan. Wellicht zijn er vragen vanuit de Raad. Meneer Geesing. Dank u, voorzitter. Wij horen inderdaad die opmerkingen ook vaak van... ik ben nieuw in de Raad, dus ik moet ook met die opmerkingen doen. Dat u destijds de verhuizing naar de markt dat op het laatste moment is afgezegd door de Aldi. Kunt u uitleg daarover geven, verhaal erover geven van uw kant, hoe dat in zijn werk is gegaan? Moet ik u heel eerlijk zeggen dat ik zelf toen niet bij die kwestie betrokken was. Er zijn uiteindelijk afwegingen geweest die wel zo noodzakelijk zijn, want niet voor niks heeft Aldi ook daar gesprekken met de gemeente over gevoerd. Alleen, los daarvan, u mag daar best wel eens even door over praten met Aldi, dat zeg ik u toe. En daar is de Aldi zeker ook voor beschikbaar. Los daarvan, dat is natuurlijk niet de vraag waar we het steeds over moeten hebben. Daarom spreek ik eigenlijk meer met verbazing daarover uit. En lijkt het ook oneigenlijk te zijn dat dit soort besluiten ten laste van Aldi worden genomen. Anders dan je bezig bent met een goede ruimtelijke ontwikkeling die de wet van uw gemeentebestuur eist. En dat is het punt dat ik echt wil maken. Maar als u nog even over die kwesties wat langer wilt doorpraten, geen enkel probleem. Meneer Stelpstra. Dank u wel, voorzitter. Het is toch wel een langlopend dossier. U bent hier al eens eerder geweest. Met een vurig betoog en ook nu weer. Wat bij mij altijd blijft hangen in deze discussie, is dat er lijkt zich een padstelling te ontstaan. De Aldi heeft maar één locatie. En u zegt het net ook heel ferm. Het is de enigste mogelijkheid en de gemeente zegt ervan, dat lijkt ons niet de beste oplossing. En daarbij, laat ik zo zeggen, schuwt u ook geen woorden van partijdigheid en tegenwerking en dat soort zaken. Maar goed, het kan aan mijn beperkte blik liggen, maar ik merk, zou ik zeggen, aan uw zijde ook weinig flexibiliteit om anderszins mee te denken als ik kijk naar een structuurvisie door alleen maar te blijven pushen op die ene locatie. Want ik heb in het verleden, ik meen 2 jaar geleden ook wel eens onderzoeken gezien. En alles blijkt er maar uit te komen van, er is maar één oplossing. En daar blijft het conflict zich op vastpinnen. En ik denk, op een gegeven moment wordt het dermate complex, als er ook beschuldigingen gaan spelen, dat het wellicht beter is dat een rechter er uitspraak over doet. En dat wou ik even aan u meegeven. Ja, ik weet niet of ik nou op het laatste punt moet ingaan. Uiteindelijk een rechter
beoordeelt slechts de rechtmatigheid van het handelen van een bestuursorgaan. En het gaat nu primair om de vraag, wat zijn nou in het belang van de Dedemsvaarters, zeg maar even, de besluiten die in deze gemeenteraad genomen moeten worden, alle belangen meewegend, ook de belangen van een private partij als de Aldi. Dus ik ben er in wezen niet zomaar voor om te zeggen, nou, dan moet een rechter maar een knoop doorhakken. Dat zou nog eens een keer over een uitleg van een koopcontract kunnen gaan. Maar daar waar je praat over ruimtelijke ordening, zie ik heel graag dat een plangever zoals uw raad daar zelf de belangrijke afweging maakt. Dat misschien in de eerste plaats. Uw eerste punt heb ik ook goed begrepen. En daar zou ik eigenlijk twee dingen op willen zeggen. Als ik het een beetje stout zeg, kan ik het ook andersom zeggen. Tuurlijk, Aldi moet voor haar eigen locatie zorgen. Maar als je dan aan de gemeente vraagt, wat lijkt u een goed idee? Dan komt de gemeente alleen maar met de oplossing om de huidige locatie te vergroten. Nou, dat is dan natuurlijk al helemaal niet te rijmen met de plannen die nu voorliggen. Laat staan met de opmerking die in de detailhandelsstructuurvisie zijn gemaakt over de plek die Aldi nu inneemt. Dus hoe zou je ook bedrijfsmatig zo'n investering kunnen doen als je ziet dat door de gemeente zelf deze locatie als locatie voor een discount supermarkt eigenlijk wordt afgeschreven. Dat is het eerste. En het tweede is, u moet wel voorzichtig zijn met het wat wegzetten van het onderzoek. Want kijk, Aldi wil gewoon het beste voor haar klanten. Daar wil ik ook helder over zijn. Nou, u wilt het beste voor uw burgers. Dus het gaat er Aldi natuurlijk niet om, tenzij je een positie al hebt, een grondpositie of zo. Die heeft Aldi daar nog niet. Wil je niks anders dan gewoon de beste plek die beschikbaar is, ook binnen de mogelijkheden die een gemeente biedt. Dus aan het onderzoeksbureau, dat is RHO geweest, is ook echt de opdracht gegeven, kijk nou gewoon in deze gemeente wat locaties zijn en waar het überhaupt kan. Dan kunnen wij ook die afweging maken. En Rodi zei, ja, ik kan niet met een soort afweging van locaties komen, Aldi, want er is maar één plek die feitelijk mogelijk is, en dat is die Mercatorplek. Dus Aldi wil ik zeggen, ze hebben daar nog geen grondpositie. Dus het is ook helemaal geen probleem om verder te kijken dan haar neus lang is. Alleen als een bureau komt, en ook zijn post trouwens, het bureau van de gemeente weet even geen andere locaties te noemen. Ja, dan houdt het gewoon op. Dus Aldi wil breder denken. Maar de mensen die daar verstand van hebben, hebben onderzoek verricht. En die komen alleen op Mercator uit. Meneer Doornhof, dank voor de uitgebreide toelichting. Nee, blijft u nog even staan. Er zijn nog meer vragen. Oh, sorry. Nee. Eén moment. Mevrouw Mensing. Wij vinden vooral de veiligheid en de leefomgeving voor de mensen in Dedemsvaart ook erg van belang. U geeft aan, er is bureaustudie gedaan, hè, naar bepaalde effecten van de nieuwe situatie. Kunt u aangeven of er door uw organisatie onafhankelijk onderzoek is gedaan en wat daarvan niet de gegevens zijn, maar of dat beschikbaar is voor ons als raad? Ja, wij hebben bij de zienswijze een rapportage gedaan. Dus als misschien Okay. Het college die nog beschikbaar kan stellen, dan kunt u dat lezen. Dank u wel. Meneer Rodemond. Dank u wel. Een hopelijk simpele vraag. U hoorde zojuist ook voor u spreken de heer Haverkort, die bepleitte één integraal plan voor dat stuk van Dedemsvaart, de Juliana Strook Noord, maar dan in zijn geheel, waar de Aldi op dit moment nog onderdeel van uitmaakt. Eigenlijk is mijn vraag vrij simpel. Herkent u dat pleidooi in datgene wat u eigenlijk zegt en datgene wat de Aldi ook wil als het gaat over de ontwikkeling van het Mercatorterrein? Ja, dat herken ik zeker. Omdat als Aldi een locatie achterlaat, zij altijd moet nadenken, is het niet vanwege de bevolking van Dedemsvaart en ook vanwege haar portemonnee, hoe daar toch wat goeds mee kan gebeuren. Dus het is ook in het belang van Aldi om daar niet een soort leeg pand te hebben wat de boel alleen maar verslechtert. Nee, ze wil juist meedenken hoe je daar dan de boel ook beter maakt. Dus antwoord kort ja. Voorzitter, één kleine aanvulling daarop nog. Ik hoor twee stemmen bijna in uw pleidooi. Aan de ene kant een toch wat, laten we het voorzichtig zeggen, wat strijdbare toon die mijn collega Stelpstra ook is opgevallen. Aan de andere kant merk ik op dat u op een of andere manier lijkt te zeggen dat u heel graag wil meewerken
aan zowel de verplaatsing van de Aldi als de doorontwikkeling van Julianastraat Noord. Kunt u dat tweede deel van deze observatie, dus die meewerkende houding, op een of andere manier ook richting ons college en de ambtenarij misschien wat beter tot zijn recht doen komen? Want die padstelling is inderdaad al enige jaren aan de gang. En ja, het zou jammer zijn als Dedemsvaart hier de dupe van zou worden. Bent u het daarmee eens? Ja, ik wil die toezegging wel doen. En het lastige een beetje, u bent daar niet steeds bij. Ik krijg dat beter mee natuurlijk, omdat de Aldi zelf mij ook daarvan op de hoogte houdt. Het lastige is natuurlijk wel, als je wilt gaan praten over de vraag, hoe kan een gebied waar je een locatie achterlaat er beter er gaan uitzien? En hoe ga je om met het gebouw dat je achterlaat? Je natuurlijk wel ook in redelijkheid moet kunnen praten over de vraag, hoe zit het dan met de nieuwe plek? Kijk, en als daar op geen enkele manier uitzicht wordt geboden door het college, ja, dan is het natuurlijk voor Aldi wel lastig om met een soort hypothetische situatie te gaan dealen, waarin wordt gesproken over Japan, terwijl de bedoeling van het gemeentebestuur is om daar jou in de eeuwigheid te laten zitten. Dus ik wil daar positief op reageren, maar laat ik het zo zeggen, het heeft niet aan de Aldi gelegen om over zo'n toekomstbeeld met elkaar te spreken. Dank u wel. En tot slot de heer Wiet. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb twee vragen aan u. De eerste is, even kijken, eentje van net iets serieus raad. Als ik uw toelichtingen voor me liggen, lees, punt 1, onder punt 1 en dan het tweede punt, dan heeft u het over dat er een procedure tegen de weigering om mogelijk in het geheim gemaakte afspraken openbaar te maken. Suggereert u dat er afspraken in het geheim zijn gemaakt? Heeft u daar bewijzen van of is het een vermoeden? Dat is de eerste vraag. Dat is een vermoeden. Dat heeft te maken met uitlating van het college in haar oude samenstelling. Dan heb ik de tweede vraag. De tweede vraag gaat over. We hebben zojuist de plaatselijk belang gehoord. U. Maar ik mis in dit verhaal eigenlijk de DMC. Die zijn ook stakeholders, de winkeliers. Hoe staan zij eigenlijk hier tegenover? Of heeft u met hun gesproken? Ik kijk even naar al die vertegenwoordiging. Mag ik vragen wanneer u voor het laatst met hun hierover heeft gesproken? Even voor de mensen die het niet hebben kunnen verstaan. De beantwoording was ja, er is gesproken met DMC. En dit was een jaar geleden. Dank u wel, voorzitter. Ja. Is mist? Dank u wel, meneer Doornhoff. Dan de laatste inspreker van vanmiddag. Voorzitter, ik zag nog een vinger van plaatselijk belang. Als u toch de tribune het woord geeft, is het wel aardig om daar nog even wat aandacht aan te besteden. Nou, dat is niet de bedoeling, meneer Geiling. Maar u kunt het is niet de bedoeling dat mensen op de tribune mee kunnen spreken. In dit geval heb ik het toegestaan voor verheldering van de vraag hier in de raad. Meneer Doornhoff stond hier ook namens de Aldi. Daar is op gereageerd. Ik wil nu door met de volgende inspreker. Meneer Hartold. Meneer Hartold, u weet hoe het hier gaat. Geen woorden, maar banen. Inspreker 25 juni, oriënterende ronde Hardenberg in verband met de minister van Gehandicaptenzaken. Voorzitter, gemeenteraadsleden en belangstellenden. Allereerst de felicitaties aan de nieuwe tijdelijke minister van Gehandicaptenzaken, Rick Brink. Hierbij wil ik de tijdelijke minister van Gehandicaptenzaken een aantal tips meegeven. Tip 1. Geen woorden, maar banen. Tip 2. Stop pesten op het werk. Tip 3. Benut beschikbare kennis. Tip 4. Vraag voor bijna alles toestemming aan Douwe. Met betrekking tot geen woorden maar banen ondergetekende is sinds eind 2013 in het bezit van de domeinnaam geenwoordenmaarbanen.nl, inclusief ideeën voor het aan het werk helpen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Informatie hierover heb ik februari 2014 naar Pieter Heerma gestuurd.
Tevens is in 2010 ondergetekende de initiatiefnemer geweest van het voorstel bevordering bij gelegenheid om Nederland sterker te maken. Een tweetrapsraket om mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. Met betrekking tot stoppesten op het werk als het gaat om de reïntegratie van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en het voorkomen dat mensen afstand tot de arbeidsmarkt krijgen, is het wenselijk dat er adequate actie wordt ondernomen op het onderwerp stoppesten op het werk. Voor veel mensen, zeker voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, is veiligheid op het werk belangrijk. Er is veel kennis in Nederland, onder andere bij ondergetekende. Misschien is het een idee om al die kennis die er is in Nederland te benutten op dit onderwerp. De ervaring leert dat als je iets wil bereiken in Hardenberg, via de politiek, dat je dan beter eerst op audiëntie bij Douwe kunt gaan en pas na toestemming van Douwe actie gaat ondernemen. Daarvan acte. Met betrekking tot de kadernota 2020 van de gemeente Hardenberg, daar staat in, citaat, wij zetten in op preventie om erger te voorkomen en willen adequaat en snel interveneren bij hulpvragen en bij toeleiding naar participatie. Einde citaat. De ervaring van ondergetekenden met de gemeente Hardenberg sinds half juli 2013 is dat de gemeente Hardenberg lange tijd niet adequaat en niet snel interveneerde bij hulpvragen en onvoldoende deed aan preventie. Hierbij kan ik erop wijzen dat als het gaat om stoppesten op het werk er nog het een en ander te verbeteren is in de gemeente Hardenberg. Niet adequaat aanpakken van pesten op het werk belemmert de reïntegratie van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Ik ben benieuwd of de beschikbare kennis die hier is in Nederland, of die benut gaat worden en of die benut mag worden. Tot zover. Dank u. Meneer Hartold, u bent er ongetwijfeld van op de hoogte dat Douwe u refereert naar een oud-wethouder, begrijp ik? Daar laat ik me nu niet over uit. Oké. Okay. U noemt drie keer een naam en dat, bij deze wil ik u zeggen dat dat niet heel gepast is. Als ik heel zakelijk onderwerp en aankaart, gebeurt er weinig. Dus ik heb nu ben nu iets brutaler geweest. Dus excuses daarvoor. Dan ga ik nu over naar de vraag. Meneer Stelstra. Dank u wel, voorzitter. Ik wou toch even hetzelfde punt aansnijden. Ik vroeg mij af of als je het hebt over pesten, het verstandig is om pestgedrag, dan wel grappig pestgedrag, in je toespraak te verweven. En dan komt bij mij direct het gevoel op, hoe serieus moet ik dit nu nemen? En mijn advies aan u is om dit niet meer te doen. Want ik heb er zelf wel een beetje moeite mee als ik dit hoor. Dus het was geen vraag, slechts een opmerking. Nou, excuses dat ik iets brutaler ben geweest. Ik wil graag werken naar een oplossing. Ja, zou ik het toch anders aanpakken? Ik ben al die tijd aardig geweest en dat heeft tot nu toe geen oplossing gebracht. Wij kennen u ook als iemand die zoekt naar een oplossing, meneer Hartold. Dank u. Ik kijk nog even rond of er nog vragen zijn. Die zijn er niet. Wederom dank voor uw bijdrage. Goed, gaan we door naar punt 5 van de agenda. Voorzitter, zou u even heel kort willen schorsen? Want de VVD-fractie wil graag even met meneer Haverkort in gesprek om te achterhalen wat hij nou wilde toevoegen. Net 5 minuutjes is genoeg. Ik kijk even rond of er nog meer behoefte is om te schorsen. Dat niet, maar ik gun de VVD wel een schorsing, want daarna mogen ze uitleggen waarom ze de schorsing hebben aangevraagd. Akkoord. We schorsen even voor 5 minuten. Goed, ik wil graag de oriënterende vergadering voortzetten na deze schorsing. Ik verzoek de raadsleden om weer plaats te nemen. En dan wil ik graag naar agenda punt 5, de meningsvormende bespreking over de vaststelling van het bestemmingsplan Deemsvaart, woningbouw Gentiaanstraat Noordzijde. Welke fracties kan ik daarover het woord geven? Even meeschrijven. Ja. Rodermond. Bak. Meneer. Meneer Kloekhorst, ik geef u het woord. Dank u wel.
Voorzitter, het is niet de eerste keer dat we over dit plan hebben. En ik heb ooit de voormalige wethouder P. ooit gevraagd van, bleef dit staande voor de rechter? Waar hij mij op volle overtuiging zei van, ja. Maar ik kom op een ander punt. En dat was toen ook al enigszins aan orde. En dat is het verhaal van mevrouw Oosterholm. Ik zou me werkelijk als raadslid schamen als er echt op deze manier gehandeld is en dat daar geen oplossing voor gezocht wordt. Verder hou ik het hier even bij, want ik begrijp dat er meerdere mensen iets willen vragen. Hoor ik u zeggen, u vraagt om een reactie van de wethouder op het verhaal van mevrouw Ooster. Meneer Schuurman. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, we hebben de stukken gelezen en we komen daar tot conclusie wanneer er woningbouw wordt gepleegd, dat het voor de Aldi wel heel moeilijk wordt om daar de bevoorrading te doen. Ze rijden met auto's van 16 tot 20 meter. Stel je voor dat er twee tegelijk komen. Wat gebeurt bij de Aldi? Helaas, misschien. Maar het gebeurt. Dan is dat een onmogelijkheid, ook gezien de veiligheid van de mensen die daar wonen. Ik denk ook aan kleine kinderen en dergelijke. Ook het aantal parkeerplaatsen wat minder wordt. Dan lees ik op bladzijde 24 van het bestemmingsplan, gemeentelijk beleid, prioriteit geven aan schaalvergroting verplaatsing van supermarkten. Nou, dan denk ik van, is dan dit geen geval om daar het eigenlijk een keer het woord, de daad bij het woord te voegen. Tevens is natuurlijk ook zowel het plaatselijk belang, maar ook de historische vereniging van Dinsraad zijn voorverplaatsing van de Aldi. Tot zover. Meneer Stelpstra. Dank u wel, voorzitter. Wij zien dat er diverse zienswijzen zijn ingediend, waaronder van de Aldi. En we zijn benieuwd of de kaders en uitgangspunten die we hebben vastgesteld rondom Centrumplan Dedemsvaart en de detailhandelsstructuurvisie, of deze anno 2019 nog onverminderd van toepassing zijn. En zou de wethouder hierop een toelichting kunnen geven? Meneer Van den Berg. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Voorzitter, het plan wat nu voor ligt past in het masterplan en detailhandelstructuurvisie waar de raad eerder in meerderheid in heeft voorgestemd. De CDA-fractie heeft nog wel een aantal vragen en de allereerste, waar ik net ook al aan refereerde naar mevrouw Oosterholm, kan de wethouder misschien een reactie geven op de inspraak van mevrouw Oosterholm? Kan de portefeuillehouder ook het voorliggende plan in Dedemsvaart plaatsen in het licht van andere ontwikkelingen die momenteel in Dedemsvaart spelen? Hoe verhoudt zich het plan tot de dorpsvisie van Dedemsvaart die recentelijk is gepubliceerd en zijn het plaatselijk belang en andere stakeholders bij deze ontwikkeling van het plan betrokken? Voldoet de geplande inrit van de aanlevering van de Aldi, het staat wel iets over in de zienswijze, maar dat willen we graag bevestigd zien. Het CDA is ook geïnteresseerd hoe is gekozen voor de mix van seniorenwoningen en gezinswoningen die zal worden gerealiseerd. Sluit daar aan op de woonbehoeften en prognoses van het aantal senioren en gezinnen in Dedemsvaart en of is deze keuze mede tot stand is gekomen in afstemming met het plaatselijk belang. En heeft deze bestemmingsplan nog consequenties voor de bestaande ondernemingen aan de Julianastraat Noord, zoals onder andere de makelij? En de laatste vraag, voorzitter. Heeft deze uitspraak van de Raad van State rondom de PAS ook invloed op dit plan? Tot zover. Meneer Jager. Dank u wel, voorzitter. GroenLinks is tegen dit bestemmingsplan om de inhoud en de grote aantal zienswijzen, de uitleg van de insprekers en het niet aansluiten van het bestemmingsplan op de structuurvisie voor het centrum van Dedemsvaart. Onze fractie vraagt zich af in hoeverre dit bestemmingsplan aansluit op het compacte winkelgebied en de structuurvisie van Dedemsvaart als geheel. Een vraag die we ook duidelijk van de insprekers vanmiddag te horen hebben gekregen. Ook vraagt GroenLinks zich af op welke manier bewoners en gebruikers van het gebied betrokken zijn bij de planvorming. Het liefst ziet onze fractie een integrale aanpak van het Dedemsvaartse winkelcentrum en omgeving met de bewoners en gebruikers van dit gebied. Laat de centrumontwikkelingen in Bokbrug een voorbeeld zijn van hoe ook in Dedemsvaart een belangrijk ruimtelijk vraagstuk draagvlak kan krijgen onder de bevolking, door hen meer regie te geven
over de directe omgeving van dit winkelcentrum. Tot zover, dank u wel. Meneer Bak. Dank u wel, voorzitter. U weet dat wij in onze partij een strakke hiërarchie hebben. En dat de fractievoorzitter om de schorsing vraagt. En dat dan zijn discipelen de antwoorden mogen geven waarom dat gebeurd is. Dat zal ik bij deze doen. We hebben even gesproken met de inspreker van het plaatselijk belang, de Havenkort. En dat ging ons ook even om de vraag van hoe is de betrokkenheid en de gedragenheid van wat het plaatselijk belang hier vandaag verteld heeft. In ieder geval, daar is tekst naar uitleg bij gekomen dat er ook vanuit de DMK, want dat was ook de vraag die van of DMC, die ook richting de Aldi werd gesteld, dat er ook betrokkenheid is en dat daar de mening wat veranderd is ten opzichte van een jaar geleden. Dus volgens mij is er een brede coalitie ook voor de dorpsvisie zoals die in Deventer is opgesteld. Dat is wat wij graag naar voren wilden krijgen. En daar hebben we dus de schorsing voor gebruikt. Dus dan ligt het meteen maar even in de open. En als daar vragen over zijn, dan kunnen die uiteraard gesteld worden, meneer Stelpstra. Ja, voorzitter, volgens mij is het reglement van orde zo dat de aanvrager zelf de toelichting geeft. En niet zijn leerlingen. Maar het is mooi om te horen dat de heer Bak een leerling is van de IGG. Dat voelt zeer goed. Je kunt altijd leren in het leven, meneer Stelpstra. Goed. Maar dan goed, naar, even terug naar de inhoud, mevrouw de voorzitter. Vandaag ligt er een bestemmingsplan voor. En eigenlijk, de metafoor van de inspreker, de stoel, zouden we eigenlijk helemaal niet willen behandelen. Want het is een voorstel wat eigenlijk niet raakt aan het onderwerp waar we het hier met elkaar over zouden moeten hebben. Wat ons in ieder geval als fractie verwondert, en ik heb daar in het verleden ook vaak om verzorgd, van kom nu eens met een goed overleg, in goed overleg tot elkaar. En de laatste keer heb ik daar nog een opmerking over gemaakt, ook richting Aldi en de toenmalige portefeuillehouder van pak dat nu eens op en ga dat gesprek aan. Dus wat ons betreft, en dat is wel hoe je dingen anders zou kunnen doen, ga in gesprek, doe het samen met Deemsvaart, doe het samen met de plaatselijke belangen en kom tot een goed plan. En laat het plan wat nu voor ligt, laat het gewoon varen, trek het in en ga daar niet verder mee. En ik zie dat u wat verwonderd luistert, mevrouw de voorzitter, en wat rugspraak houdt met de Griffie. Maar dat is wel wat wij eigenlijk hier vandaag voorstellen. Dus ga niet verder met dit plan. Ga niet een weg in die leidt tot een besluit wat onomkeerbaar is. En waar je uiteindelijk Deemsvaart geen dienst mee doet. Maar ga op zoek naar de samenwerking met heel Deemsvaart. En waar volgens mij een brede coalitie voor is. Om tot een mooi plan te komen. En wat dat dan ook mogen zijn. En of dat al die naar Mercato moet zijn. Dat vinden wij eigenlijk veel minder relevant. Als er maar een goede oplossing komt. Maar dan in de breedte. Niet alleen voor de Julianenstraat. Maar voor heel Deemsvaart. Naar een goed plan toe. En daarbij hoort dat dit plan voor nu van de agenda gaat. Dank u wel. Meneer Bak. Dat is een agendavoorstel. We hebben de agenda vastgesteld voor vandaag. Dus dat uw voorstel, wellicht kan de wethouder er nog een reactie op geven. Maar als u het niet op de agenda had willen bespreken, had u het bij vaststelling van de agenda. Nee, dat ben ik niet eens, mevrouw de voorzitter. Want we hebben nu vandaag een aantal zaken gehoord wat inzicht gegeven heeft hoe je tegen het hele plan aan kunt kijken. Wat maakt dat je het hier met elkaar vandaag over de procedure moet hebben. En vervolgens kun je met elkaar besluiten van wat gaan we daarna doen. Gaat het door naar de raadsvergadering of niet? Dus ik doe een ander ordevoorstel dan het hier niet bespreken vandaag. Mijn voorstel is wel degelijk om het hier te bespreken in de volledige breedte. En niet alleen te hebben over de beperkte bestemmingsplan wat hier voor ligt. Het besluit zou dus kunnen zijn, als daar een meerderheid voor is, om het niet te gaan behandelen in de raadsvergadering. Dat is wat ik dan qua procedure voorstel. Akkoord. Heb ik u verkeerd begrepen? Gaat het zometeen ter bespreking. Dan ga ik naar meneer Rodemond als laatste. Goed, Jan Dozy. Dank u wel, voorzitter. Ik sluit eigenlijk grotendeels aan bij met name de vorige spreker, de heer Bak, als het gaat over een voorstel om het plan wat nu voor ligt meer in een integrale benadering op te zoeken. Wat dat betreft ben ik geraakt door mevrouw Oosterom met haar verhaal, die we ook al enkele jaren kennen, maar ook in meer positieve zin ook geraakt door de heer Havenkort, die ook al enige tijd, mogelijk enkele jaren als ik zo terugreken, pleit
via plaatselijk belang voor één integraal plan voor Dedemsvaart, Julianenstraat Noord en de omliggende gebieden, die heel veel, wat mij betreft, mooie kansen bieden voor Dedemsvaart. Dan gaat het niet alleen over woningbouw, dan gaat het niet alleen over een detailhandel, structuurvisie, maar dat gaat ook over cultuur, bereikbaarheid, leefbaarheid voor de gehele kern, wat eigenlijk de hele gemeente misschien wel kan sieren, wat mij betreft. Dat ene plan, dat hebben we en we zouden nog eens een keer terug kunnen gaan naar de inwoners van Dedemsvaart, naar de ondernemers van Dedemsvaart. Maar in mijn optiek ligt er al een heel mooi plan dat samen met inwoners, samen met ondernemers is gemaakt. Waarbij er ook nog eens een keer een wil is van meerdere ondernemers en meerdere inwoners om dat plan ook gestalte te doen geven. We horen gewoon ook vandaag weer twee insprekers, vertegenwoordiging van de Aldi, maar ook mevrouw Oosterom, die zeggen beide, wij willen ruimte maken, wij willen plaats maken om dat ene integrale plan ook gestalte te doen geven. En dan vind ik het persoonlijk wat lastig, misschien aanhakend op de heer Bak, maar zeker wat betreft de woorden van de heer Haverkort en zijn stoel, dat wordt bijna een mooi symbool straks, dat we hier gaan praten over een heel klein, en wat mij betreft zelfs niet volledig genoeg uitgewerkt idee om op een heel klein plekje in dat centrum of tegen dat centrum aan wat woningen neer te zetten. Want dit vraagt om een iets hoger abstractieniveau en iets meer tijd om een wat meer zorgvuldige afweging te maken. En inderdaad, ik sluit me aan of een Aldi of een andere winkel dan ook op een Mercato-terrein zou moeten komen. Dat is wat mij betreft voor later zorg. Maar kijkend naar de uitdagingen die nu liggen voor Dedemsvaart en de mogelijkheden die vanuit Dedemsvaart zelf hier op tafel worden gelegd, keer op keer op keer, wat ook is goedgekeurd, vastgesteld, omarmd en noem het maar op, door deze raad, zou ik zeggen, alsjeblieft deze raad en alsjeblieft college, laten we daarmee aan de slag gaan en niet met dit kleine postzegeltje. Dank u wel, meneer Rodemond. Ik zag nog een hond de lucht in gaan, meneer Wiets. Ja. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik werd zojuist getriggerd door een van de pandeigenaren van Julianastraat Noord. Daar is een bekende winkel in gevestigd. En die zei tegen mij dat er meerdere winkeliers op het punt staan te verdwijnen aan de Julianastraat Noord. Daardoor werd ik getriggerd. Dus mijn vraag is eigenlijk aan de wethouder of die daarvan op de hoogte is. En of die met de winkeliers in gesprek is. En of er daardoor eigenlijk, als dat het geval is, of er daardoor een nieuwe werkelijkheid ontstaat. En hoe we daarmee omgaan. Dankjewel. Akkoord. Dank u. Dat waren de vragen uit de eerste termijn. Ik zou de portefeuillehouder willen vragen voor een reactie. Dank u wel, voorzitter. Nog beter? Laat ik beginnen bij een reactie op de inspreker. Daar heeft uw raad ook om gevraagd. En laat ik daarbij vooropstellen dat het natuurlijk heel vervelend is wanneer je in het bezit bent van vastgoed, maar dat niet op de wijze in kunt vullen zoals je zelf graag zou willen. Dat heeft te maken met de detailhandel structuurvisie die hier is vastgesteld. Ook te maken met dit plan wat voor ligt. Ja, er is in het verleden gepoogd om dat pand ook onderdeel te laten zijn van dit bestemmingsplan. Daar zijn partijen toen niet uitgekomen. Ik weet nog heel goed dat dat ook heel breed is uitgemeten hier in de raad. Volgens mij was het bij de eerste behandeling van de detailhandel structuurvisie dat we daar met elkaar over hebben besproken. En ook toen zijn die gevoelens hier in de raad neergelegd. En ook in de eerste maanden van mijn wethouderschap heeft u dat aan mij kenbaar gemaakt. Heb ik het najaar ook daarover gesproken samen met uw adviseur die ook vandaag met u mee is. Maar hebben we ook geconstateerd dat het budget dat destijds beschikbaar was er niet meer is. En dat, als we het zouden hebben over die hoogte, dat we daar ook niet uit zouden komen. En dat heb ik in een brief, ik meen eind december, ook aan u bevestigd. Dat laat onverlet dat
als er een wens is van de eigenaar om daar toch iets te doen, om toch ook mee te gaan in functieverandering bijvoorbeeld, dat ik van harte bereid ben om daarin mee te denken. En er zijn ook subsidies beschikbaar, herontwikkelsubsidies, die zouden kunnen helpen om de drempel, want ik weet niet of dat een drempel is, dat hoor je wel eens, hè, dat de herontwikkelkosten een drempel zijn om zelf een ontwikkeling te maken, dat daar een subsidie voor beschikbaar is. En indien gewenst, dan kan ik u daar ook nader over informeren. Ja, voorzitter, in het bestemmingsplan Gentiaan staat... Voorzitter? Toch, een vraag. Meneer Rodemond. Voorzitter, dank u wel. Even aanhakend op het verhaal van de detailhandelstructuurvisie en de nu voorliggende effecten daarvan op onder meer de ondernemer die heeft ingesproken. U zegt natuurlijk is het heel vervelend als mijn geheugen mij niet helemaal verlaat. Hebben we destijds gesproken over de detailhandelstructuurvisie als een, dat wat het is, een visiedocument die... ik citeer bijna letterlijk niet in beton gegoten zou zijn en dat het juist een visiedocument is om richting te geven aan ons beleid, maar wel samen met ondernemers en inwoners van Dedemsvaart. Nu horen wij eigenlijk in ieder geval één bijna hartverscheurend verhaal van een pandeigenaar die financieel maar ook qua mogelijkheden zichzelf in de kou voelt staan. Dan is het, in uw woorden te blijven, natuurlijk heel vervelend, maar heeft de gemeente geen enkele mogelijkheid om deze persoon te helpen met de zorgen die er nu zijn, die voortkomen uit een beleid wat toch wat rigide wordt neergelegd door dit gemeentebestuur? Ja, voorzitter, daar wil ik echt op reageren. En daar ben ik het ook ten stelligste mee oneens. We hebben met elkaar een detailhandel structuurvisie vastgesteld, waarin we gezegd hebben, dit moet de richting zijn. Een compact kernwinkelgebied, daar zou je graag de concentratie van de winkels willen hebben. En waarom wil je dat? Dat doe je zodat je langjarig de leefbaarheid van een kern als Dedemsvaart gegarandeerd hebt. We hebben ook met elkaar gezegd destijds, maar we dwingen niet. Dus we dwingen eigenaren niet. We gaan ook geen bestemmingen weghalen of wat dan ook. Dat doen we niet. Wat we wel doen, is in die aanloopgebieden, daar hebben we een mengmilieu. En wat je nu ook ziet in dit bestemmingsplan, is dat je gaat van detailhandel naar wonen. He, dus er staat dus een mix van bestemmingen in het aanloopgebied naar je kernwinkelgebied. Partijen zijn destijds niet uitgekomen om dit pand al te betrekken bij het huidige bestemmingsplan. Maar ik zeg u toe, en dat heb ik dat ook al gedaan, dat heb ik ook al richting initiatiefnemer gedaan. Wij zijn uiteraard bereid om mee te denken in hoe zou je nou ook hier nog een ontwikkeling van de grond kunnen krijgen. Een andere vraag, hè, van mij was ook de heer Wiet, die begon daar ook over. Bent u bekend dat een aantal ondernemers van Julianstraat Noord naar het centrum wil? Ja, zeker ben ik daarvan bekend. Sterker nog, het was de raad zelf die de stimuleringsregeling, de stimuleringssubsidie in het leven heeft geroepen, de verplaatsingssubsidie, om juist dat krachtige kernwinkelgebied in stand te laten of te creëren. En dat zijn de bewegingen die plaatsvinden wat dat betreft. Dus meneer Wiet wil even reageren. Volgens mij. Nee, het ging niet om dat ze willen verhuizen naar het centrum. Maar de signalen die ik hoor is dat ze weg willen uit Dedemsvaart. Ja, voorzitter, die signalen ken ik niet, maar ken ze wel die verplaatsing van Julianstraat Noord naar het kernwinkelgebied. Zoals we dat met elkaar hebben vastgesteld. En wat je nu dus ook ziet, is dat aan deze kant van Dedemsvaart er een mix van functies gaat ontstaan. En dat is ook, zoals ik net ook zei, datgene wat we jaren geleden hebben beoogd in de structuurvisie. En ook in het masterplan Centrum Dedemsvaart. En in die zin denkt het college ook dat het voorliggende bestemmingsplan een kans voor Dedemsvaart moet zijn. Niet alleen voor het centrum, maar ook voor het wonen. En het convenant wonen is ook samen met het dorp afgesproken wat de behoefte is. Hè. Voor mij is het CDA vroeg daarna wat is de behoefte. Nou, hier zit bijvoorbeeld ook de seniorenwoning zit hierin. Maar er zitten ook 8 woningen in voor sociale huur. Ja, dus een aantal dingen zijn daarin afgestemd.
Ja, wat overblijft is dan voor de overblijvende detailhandel, daar ging ook een vraag over. Blijft er nog voldoende ruimte over? Ja, we hebben juist heel goed gekeken. Blijft er nog voldoende ruimte over voor parkeren? Hoe zit het met akoestisch onderzoek? Er wordt in de zienswijze gezegd, dat is onvoldoende. Toen hebben wij gezegd, nou, dan gaan we nog eens een keer een extra aanvullend onderzoek doen. Ja, wat speelt er dan nog meer in Dedemsvaart? Ook een vraag van CDA, geloof ik. Nou, er zijn een hele hoop ontwikkelingen in Dedemsvaart. En die worden ook in de periodieke overleggen, hebben we het daarover met de DMC, met plaatselijk belang, met de centrummanager. Volgens mij zitten we deze week nog weer een keer met elkaar om tafel. En daarin worden de verschillende ontwikkelingen proberen zo integraal mogelijk op te nemen. En het gaat niet alleen over de subsidie voor bijvoorbeeld de gevelverbetering, waardoor kwaliteit wordt toegevoegd aan je winkelgebied, over goede en duurzame verlichting in de Marktstraat, dat is een belangrijke. Maar een grote verband krijgen we ook naar Mercator, hetgeen wat sommigen de entree van het dorp noemen. Nou, morgen spreken we nog weer met de eigenaar die zegt toch echt een start te gaan willen maken. Maar ook bijvoorbeeld het parkeren op de markt probeer je integraal te bekijken. En ik hoorde vanavond een vergelijking, of vanmiddag een vergelijking over, ja, over de woonkamer. Maar de woonkamer van Dedemsvaart, die hebben we in feite met elkaar afgesproken in het masterplan Centrum Dedemsvaart en in de detailhandel structuurvisie. En daar is pas deze ontwikkeling naar mijn oordeel heel goed in. Dus voorzitter, dat vind ik toch belangrijk om hier te melden. Ja, voorzitter. En voorzitter. De wethouder is volgens mij nog niet klaar met zijn bijdrage. Nee, maar is de vraag prangend, meneer Bakker? Nee, dat is niet de vraag. Want ik denk dat we, want er zat ik al een tijdje op te wachten. Er kwamen heel veel voorbeelden langs. Maar volgens mij wordt het tijd dat we tot de kern komen. En ik hoorde de symbolische stoel voorbij komen. Ik denk, nou, volgens mij gaan we nu tot de kern komen. Kijk, en ik heb dan wel een aanvullende vraag richting de wethouder. Heeft u echt het gevoel dat het nu goed gaat? Hè? Dat partijen elkaar weten te vinden en dat er gewerkt wordt aan die oplossing. Is wat hier nu gebeurt, is dit wat Dedemsvaart nodig heeft? Of heeft Dedemsvaart wat anders nodig? Het zou ook kunnen vergen om alle procedures die in het verleden zijn geweest, afspraken die in het verleden gemaakt zijn, om die maar eens los te laten en opnieuw te gaan kijken. Dus met andere woorden, heeft u echt het gevoel, oprecht het gevoel, dat u op de juiste weg zit? Ja, voorzitter, ten eerste is het antwoord in mijn ogen positief. Maar ten tweede werk ik ook de kaders uit die we hier met elkaar hebben vastgesteld. En natuurlijk is het zo dat er altijd ruimte is voor verbetering. Ook onlangs hebben we nog gesproken van, zijn we nu op de juiste weg? Bekijken we de dingen nu integraal genoeg met elkaar? Datgene wat we anno 2019 zo graag willen. En ik heb het nu ook aangeboden, laten we eens ook met alle stakeholders nog eens een keer om tafel gaan. De gemeente faciliteert, wij moeten niet organiseren, want dan gaan we weer vanuit dit huis de boel organiseren. Maar laat nou de samenleving zelf aan de slag gaan, partners bij elkaar. En wij willen faciliteren en laten we dat ook vooral doen. Maar voorzitter, is dat nu niet wat juist niet gebeurt? Ja, voorzitter. U geeft mooie woorden van, als gemeente zouden we dat moeten faciliteren. Maar volgens mij is dat wat nu juist niet gebeurt. Volgens mij zou je juist die samenwerking op moeten zoeken. En nu niet op een klein plannetje moeten zeggen, dit gaan we doorzetten. Als u luistert naar wat ook vandaag gezegd is, dan hoort u ook van, gemeentebestuur, doe dit nu alsjeblieft niet, maar ga met ons in gesprek. We willen het graag samen doen. De vraag die ik richting het plaatselijk belang stelde, heeft u het gevoel dat u het samen doet? Daar was het antwoord op, nee, dat gevoel hebben we niet. Dus volgens mij is uw beeld net even iets anders dan hier vandaag geschetst is. Meneer Bak, volgens mij heeft het portefeuillehouder net duidelijk gezegd, we hebben stakeholders betrokken en uitgenodigd. Ik wil nu naar de afhandeling van de vragen. Mevrouw de voorzitter, en daarna voor de tweede daar maakt dan wel een punt van. Volgens mij zitten we in de oriënterende ronde om een debat met elkaar te voeren. En dat is wat we hier aan het doen zijn. En u geeft hier ruimte om het debat te voeren op dit moment niet. Ik ben dat niet met u eens, meneer Bak. Dan hebben we een verschil van inzicht. Ik laat het even aan de portefeuillehouder om de laatste vraag te beantwoorden. Als ik nog kort zou mogen reageren. Ik vind dat de kaders zoals die voor Dedemsvaart zijn vastgesteld, dat dat gebeurd is met de juiste inspraak van de partners. Ook met de detailhandel structuurvisie hebben we daarvoor veel inspraak gevraagd. Betekent dat dat nooit beter kan? Nee, natuurlijk niet. En ik wil me er ook voor inzetten dat je altijd zo integraal mogelijk naar plannen kijkt. Maar waar u op het einde de vertaling maakt van, nou, dat betekent dus dat dit een postzegelplan is die niet in het geheel valt. Ja, daar ben ik het mee oneens, want ik vind dat dit plan juist een goede invulling is van datgene wat we in een breder verband met elkaar hadden afgesproken. En natuurlijk snap ik ook het signaal van plaatselijk belang. Het is kritischer dan dat ik de vorige keer in ons overleg
toen gevoeld heb in ieder geval. Maar dat geeft ook niet. Dat maakt niets uit. Daar moeten we met elkaar over in gesprek treden. Alleen ik vind wel dat dit plan voor de Gentiaanstraat Noord past in het bredere kader wat we met elkaar hebben afgesproken voor het centrum van Dedemsvaart. En bovendien, de toevoeging van dit segment aan woningen is volgens mij ook gewoon gewenst als ik kijk hoeveel mensen zich al bij ons gemeld hebben voor een eventuele plek op deze locatie. Dus volgens mij is er ook gewoon behoefte in het Dedemsvaartse aan dit soort woningen. Voorzitter, mag ik de wethouder even vragen. Was u verrast door de inspraakreactie van Plaatselijk Belang? Nou, voorzitter, ik ken de oproep van Plaatselijk Belang van kunnen we nou niet meer doen aan integraliteit? De vorige keer dat ik bij Plaatselijk Belang was in de Baron, hebben we gezegd, nou, laten we gewoon nog eens even vrij alles van tafel gaan denken van wat kunnen we nog meer voor elkaar betekenen? Hoe kunnen we nog meer met de partners in gesprek gaan? Dus ja, zo kritisch als nu had ik hem toen niet opgevat. Maar ik vind wel dat dit plan past in het bredere kader. En u vroeg ook naar de dorpsvisie. Als ik daar nog even aan mag sluiten bij de dorpsvisie. Ook de dorpsvisie vraagt eigenlijk om ook activiteiten vanuit het dorp zelf naar voren te laten komen. Hè. Als ik dan in de dorpsvisie die een maand geleden is gekomen lees wat er staat over wonen en over doelgroepen, dan denk ik dat dit juist een hele mooie aanvulling is. Dat betekent wel iets voor de makelij. U vroeg daar ook naar. Want die zitten nu in het voormalige Jumbo-pand. En als je invulling gaat geven aan dit bestemmingsplan, betekent dat daar een andere functie op komt. Nou, primair is het dan, kun je dan zeggen, het is aan de makelij om te zorgen dat ze een andere locatie vinden. Maar ik vind dat het ook onze verantwoordelijkheid is om daarin mee te kijken. Er zijn ook heel regelmatige gesprekken over te kijken van, nou ja, als het straks echt zover is, waar kan de makelij dan op een goede manier landen? Ja, de toegangsweg was nog een vraag over. Ja, we hebben gekeken, is dit nou voldoende? En wij komen tot de conclusie dat dat zo is. We hebben zelfs gekeken naar vrachtwagens met een starre as. Dat schijnt, die kunnen het moeilijkste de draai maken. Maar ook die kunnen daarin vooruit. Die vrachtwagens worden overigens niet veel meer gebruikt. Maar ook die zouden daarin kunnen. En het parkeren. En voor het parkeren, natuurlijk ook voor het woongedeelte, is natuurlijk ook de parkeervoorziening geregeld. Dus dat wou ik daar nog over melden. En dan denk ik, voorzitter, dat ik de vraag uit de eerste termijn gehad heb. Ik zag een veiligheidsvragen bij de laatste, de bevoorrading en de schaalvergroting supermarkt. Hebben we nog. Die laatste moet misschien even herhaald worden als dat kan. Dat was een vraag van meneer Schuurman. Dat klopt, voorzitter. Dit staat in het bestemmingsplan op bladzijde 24. Waaronder uitgangspunt staat prioriteiten geven aan schaalvergroting en verplaatsing van supermarkten. Nou, ik vind dat zeer aan de orde. Tenminste, dat is mijn interpretatie. Ja, ik heb niet goed helder wat de heer Schuurman bedoelt, voorzitter. Maar als het gaat om, kan de Aldi verder uitbreiden? Ik weet niet of dat de achtergrond van de vraag is. Nee, ik ga puur af op uw eigen bestemmingsplan. Ja, maar ik hoorde geen vraag. Ja, ik heb wel een vraag gehoord. Ik zeg, hier staat duidelijk in dat prioriteit wordt gegeven aan schaalvergroting en verplaatsing van supermarkten. Dat in het bestemmingsplan. Ja. Dat wordt nu gevraagd door de Aldi van we willen graag verplaatsen. Dus het past exact in dit bestemmingsplan. Ja, nou, wij zijn ook niet per definitie tegen verplaatsingen. Alleen, wij zijn wel tegen een verplaatsing naar Mercator. Maar goed, dat is een hele discussie die hebben we hier met elkaar gehad. Moeten we voor mij ook vooral niet overnieuw doen. Maar als u het dan hebt over schaalvergroting, hecht ik er nog wel aan om te melden dat ik hoorde iemand een keer zeggen, joh, zou het nou niet mooi zijn als je in de Julianenstraat Noord, in een discussie die met Aldi is en met Mercator, wethouder vindt nou eens de blauwe sinaasappel. Vond ik wel een mooie vergelijking. Want zouden er nou nog dingen zijn, zouden er nog scenario's zijn die we kunnen vinden waardoor we uit die impasse komen. En ik hoorde ook iemand zeggen, ja, nou ja, leid je dan geen gezichtsverlies en zo, hè, als je dat dan doet? Helemaal niet. Ik zou als bestuurder niets liever willen dan dat we uit de impasse komen die daar ook met Aldi is ontstaan.
En dat is ook de reden waarom ik in gesprek met Aldi, en dat kan de advocaat misschien wel of niet weten, maar die was daar in ieder geval niet bij, wat ik ook heb aangegeven, joh, maar zouden we nog op de huidige plek iets kunnen? Zouden we nog iets opzij kunnen? Zouden we nog iets naar voren kunnen? Maar ook de vraag daarbij gesteld, is het reëel om het uit te werken of is dat niet? Daar kreeg ik toen niet een heel positief antwoord op. Voorzitter? Mag ik nog één vraag stellen ter verdieping van de vraag van meneer Van den Berg net. Die de wethouder vroeg of hij verbaasd was over het wat, andere, het wat veranderde standpunt van plaatselijk belang. En die vraag wil ik graag uitbreiden met of de wethouder dan verbaasd is met de kennis die plaatselijk belang net aan ons gaf in de schorsing. Dat het niet alleen plaatselijk belang is die deze inspraak onderschrijft, maar alle betrokkenen, waaronder DMC, IKH enzovoort. En eigenlijk allemaal tegen u zeggen, wij willen dit onderliggende plan niet. En dat u dan vanuit dit huis als enige zegt, maar we doen het toch omdat we het ooit afgesproken hebben. En zou het u dan niet sieren, om als heel Demonstraat aan u vraagt, doe dat nou eens niet, dat u het dan ook gewoon niet doet? Ja, voorzitter, dat signaal heb ik niet. Dat is ook in ons vorige periodiek overleg niet naar voren gekomen. Maar ik geloof dat er morgen nog wel een periodiek overleg gepland staat. Of deze week, nou, volgens mij wel. Maar voorzitter, dat zou we even kunnen checken anders. Maar die signaal heb ik vanuit DMC bijvoorbeeld niet. Maar begrijp ik dan goed, voorzitter, dat wethouder nu zegt dat mochten die signalen dus inderdaad gegeven worden in het overleg morgen, dat u wel degelijk bereid bent dan om uw voorstel als het nu ligt in te trekken? Ja, voorzitter, dan worden mijn woorden in de mond gelegd die ik volgens mij niet gebezigd heb. Ik heb net ook aangegeven dat wij van mening zijn dat deze ontwikkeling past binnen de kaders die door de raad gesteld zijn. Zowel in het masterplan voor het centrum van Demonstraat als in de detailende structuurvisie. Dus daar blijven we volgens nog maar even van uitgaan. Voorzitter, dat is helder. Maar nog toch even geadresseerd hier in deze oriënterende ronde. Als de inspreker nu zegt, net in de schorsing, ik spreek niet alleen in namens plaatsbelang, wat ik al een factor vind overigens, hoor, van enig belang als het gaat over een dorpsvisie. Maar zegt van, deze inspraakreactie worden alle stakeholders onderschreven. Voer dit plan niet zo uit. Dan zegt u toch, ik hou vast aan de kaders zoals die hier inderdaad zijn vastgesteld. En dat zei u net wel namelijk. Ja, voorzitter, wat de heer Gelling in de schorsing heeft besproken met de inspreker, dat weet ik niet. Maar vooralsnog blijven wij gewoon uitgaan van dit plan in de kader, en vinden wij ook dat het past binnen de kaders die door de raad gesteld zijn. Meneer Rodemond. Oh. Alvast excuses voor mogelijke herhaling van de zojuist voorbije discussie. Maar ik hoorde wethouder zeggen, de signalen ken ik niet, terwijl er enkele minuten geleden een inspreker in dit huis is geweest die een signaal heeft afgegeven, een vraag heeft gesteld namens in ieder geval de inwoners van Demonstraat. Mogelijk, ik was ook niet bij de schorsingsoverleg, maar mogelijk dus namens meerdere partijen, maar in ieder geval namens plaatselijk belang, die zegt, wij willen liever niet nu dit woningbouwplan doen, want ik probeer mij te beperken tot dit woningbouwplan, net als u dat doet eigenlijk. Maar als plaatselijk belang en daarmee de inwoners van Demonstraat zeggen vanuit hun vertegenwoordiging, wij willen liever nu niet dit plan ter bespreking, maar we willen liever praten over één geheel plan, zoals misschien verwoord in een dorpsvisie, dan kent u dat signaal, want het is hier in huis als inspraak net gegeven. Als dan gevraagd wordt door de raad, heroverweeg nu dit onderdeel van de detailhandelstructuurvisie en het hele plan rondom Demonstraat, vind ik uw beantwoording richting de VVD wat mager. En bent u, laat ik het zo formuleren, bent u bereid om eventueel, mochten de signalen wat explicieter tot u komen vanuit de inwoners van Demonstraat, om het plan woningbouw nu te heroverwegen of in ieder geval eventjes on hold te zetten, totdat die gesprekken weer zijn gevoerd? Helaas zijn wij overigens als raad niet bij die gesprekken, zodat we niet kunnen achterhalen wat er precies wordt gezegd en in welke toon. Dus ik hang meer aan wat er hier nu gebeurt. Ja, voorzitter, volgens mij voor een heel groot deel een herhaling van zet. En ik vond mijn beantwoording aan de fractie van de VVD buitengewoon riant. Maar dat deelt u blijkbaar niet. Ja, ik ken het signaal om zaken integraal te bekijken. Ik vind dat je met een detailende structuurvisie en een masterplan Centrum Demonstraat, dat je daarmee het grote geheel hebt neergezet. Dat je hiermee een invulling geeft voor een deel van dat gebied dat moet passen in het geheel. Daar ben ik het mee eens. Daar ben ik van overtuigd. En ik ben ook voorstander van om dat nu zo te doen. Als u zegt, ja, we moeten het plan er weer aanhouden. Nou, dat lijkt mij niet verstandig. We zijn al een hele tijd onderweg met dit plan.
Er is ook behoefte voor woningbouwen op deze plek. Er zijn ook een aantal zaken die wat vertragend zijn geweest in het hele proces. Hè, vanaf 2016 zo'n beetje. En volgens mij moet er ook gewoon een besluit worden genomen voor 9 juli aanstaande. Dus ik zou daar toch wel aan hechten. Voorzitter, ik wil de wethouder in ieder geval erop wijzen dat een afwijzing van dit plan door de raad ook een besluit natuurlijk is. En de argumenten om dit door te laten gaan vind ik op dit moment wat mager. Ja, voorzitter, daar heeft de heer Rodemond volledig gelijk aan. Alleen als je het hebt over onhold zetten, wordt er geen besluit genomen, dus dan is dat niet correct. Bovendien zijn wel de kaders van de raad ook zelf waarbinnen nu geacteerd wordt. Dus ik ben wel op pad gestuurd met de kaders van de raad zelf. Dat vind ik toch belangrijk om te noemen. Dank u wel voor de beantwoording. Meneer Kloekhorst. Dank u, voorzitter. Ja, ik wilde een poging doen om de kool en de geit te sparen. Maar ik zie die kool snurzen nu. Mijn vraag zou zijn van, is het niet verstandig om de uitspraak van de rechtbank af te wachten voordat je verder gaat? Maar dan moet u me even helpen, meneer Kloekhorst, met welke uitspraak u dan zou willen. En nu lopen de zaak tegen de Aldi. Oh, de Raad van State, Aldi, Mercator. Ja. Ja, maar dan zouden we in de termijn niet voldoende ruimte hebben. Ja. Akkoord. Volgens mij zijn er geen vragen meer uit de eerste termijn die onbeantwoord zijn. Mevrouw de voorzitter, volgens mij nog wel. Oh, ja, meneer Van der Berg. De biemer staat, ik kan u niet goed zien. Maar ik ben ook klein van stuk, dus... Ik heb nog een vraag gesteld van, heeft de uitspraak van de Raad van State rondom de pas nog invloed op dit plan? Die vraag was ik inderdaad vergeten. De uitspraak van de pas heeft nogal impact. Niet alleen in de agrarische sector, maar bij allerlei bouwplannen in Nederland. Ik zit zelf ook in het overleg van Samenwerk Beter en tweede afgevaardigde naar het crisisteam landelijk voor de pas. Als je terugkijkt naar dit plan... Dan denken wij dat dat goed gaat, dat deze overeind blijft. Voor de zekerheid doen we nog wel een Arius-berekening, om te kijken of daar iets uit zou komen. Hè. Want het is niet zo dat door het sneuvelen van de systematiek van de pas er niets meer kan. Want je kunt nog steeds met Arius-berekeningen aantonen of er wel of geen schade voor de omgeving is. Wij verwachten dat de uitkomst daarvan 0,00 is. En als de uitkomst al 0,01 bijvoorbeeld is, dan zijn wij ervan overtuigd dat je met het salderen... Hè, de tweede trap waardoor je nog ontwikkelingen mogelijk kunt maken, dat je in salderen met huidig gebruik daar makkelijk in wegkomt. Dus wij denken in die zin niet dat de pas ons een probleem gaat zorgen. Dank u wel. Wanneer denkt u die berekening van Arius te hebben? Ja, volgens mij kunnen we die vandaag of morgen inderdaad toevoegen aan de raadstukken. Het was net niet op tijd om voorafgaand vandaag te delen. Meneer Wiet, ik zag dat u had een vraag gesteld over de winkeliers. Volgens mij is die beantwoord door de wethouder. Ik had drie vragen gesteld, voorzitter. Eentje is beantwoord. En ik heb er nog twee staan. Kunt u die nog even herhalen? Ik heb ze niet op papier. Eentje was of u op de hoogte bent dat de winkeliers verdwijnen. Dat heeft u beantwoord met nee. Dat u daar niet van op de hoogte bent. En de tweede was of u met de winkeliers in gesprek wil daarover. Of dat klopt, de signalen die ik heb gehoord. En de derde was, als dat het geval is, of er dan een nieuwe werkelijkheid ontstaat met betrekking tot de masterplan. Dat was het. Ja, voorzitter. In de maandelijkse gesprekken met DMC krijg ik dat signaal niet. Als u het signaal wel heeft van individuele winkeliers die dat bij mij op de lijn zouden willen brengen, dan zou ik zeggen, breng ze vooral op de lijn, dan gaan we erover in gesprek. Maar ik weet niet of het nou direct betekent dat we iets afdoen aan de plannen die hier nu liggen. Dat denk ik niet. Want we staan nog steeds voor het verhaal van compact centrum in een leefbare kern. Goed, dank u wel. Kijk ik even rond of er vragen zijn voor de tweede termijn. En mevrouw Van der Veen ook. Meneer Van den Berg. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Een kleine vraag nog. Waarom was de ter op heden beoogde ontsluiting afgesloten voor vrachtverkeer? Ja, voorzitter, het voornemen om zonder toezegging de zaal te verlaten gaat ook vandaag sneuvelen, want daar zullen we schriftelijk op terug moeten komen. Goed, dank u wel. Dan rest, is er nog behoefte aan een derde termijn? Dan rest mij de vraag, wordt dit een hamerstuk
een bespreekstuk? Of wordt er gekozen voor een andere optie? Hamerstuk. Hamerstuk, denk ik. Ik hoor daar hamerstuk, maar ik kan me bijna niet voorstellen. Bespreekstuk. Dan gaat het als bespreekstuk naar de agenda van de gemeenteraad. Op 2 juli, volgende week. Ga ik naar de rondvraag. Zijn er nog mensen die iets hebben voor de rondvraag? Dan wil ik u allen danken voor de aandacht en ook dat u aanwezig bent geweest in het broeierige weer. Sluit ik hierbij de vergadering.